Geacht publiek, blij om vanavond zo talrijk aanwezig te zien. Op deze tweede uiteenzetting in de reeks van de grote vier. Vorige keer hadden we het over professor Böhm, het denken van Böhm. Vanavond over het denken van Jaap Kruithof. Daarvoor hebben we ook een eminent spreker aanwezig, emeritus hoogleraar Rick Pinksten van de Universiteit Gent. Rick Pinksten is iemand die Jaap Kruithof uiteraard zeer goed heeft gekend, mee heeft kunnen samenwerken, onder andere met betrekking tot het vrijzinnig humanisme, waarvan er vanavond hier ook een publicatie te koop op de balie aanwezig is. Hij vertelde er straks dat hij wel uit de filosofie kwam, maar zich dan bekeerd heeft tot de antropologie. Omdat hij zich niet wilde laten opsluiten binnen het denken van een filosoof op zijn kamertje, eenzaam en alleen. Maar dat hij eigenlijk het denken in de ruimte en in de tijd verder wilde onderzoeken. En dat hij daarvoor natuurlijk veldonderzoek moest gaan doen. En wat dat betreft is hij zeer bekend eigenlijk voor zijn studie eigenlijk over de Navajo Apache Indianen in de Verenigde Staten, waar dan hij het verschillende denken met onze westerse traditie naar voren heeft geschoven. Wat dat betreft is ook de term die hij heel graag gebruikt in plaats van multiculturalisme, de term interculturalisme, omdat hij precies de interactie tussen gemeenschappen, tussen diverse culturen en de manier waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden als een belangrijk knooppunt, zeg maar, eigenlijk in zijn eigen denkontwikkeling naar voren heeft geschoven. Professor Rick Pinksten is bekend van een tal van publicaties. Ik heb het natuurlijk dan niet in de eerste plaats over zijn wetenschappelijk onderzoek, maar meer wat eigenlijk dan toch bij het grote publiek onder de aandacht is gekomen. Ik noem hier onder andere in 1998 het publicatie over cultuur en macht, over culturen sterven langzaam, toch een nogal bekende titel geworden. Ook over het artistieke in de samenleving, over culturele antropologie, een handboek. De eeuw van onze kinderen uit 2016 is misschien wel een van de meest recente bekende titels. Wat hem, denk ik, samen met Kruithof heeft gebracht, is onder andere ook de term verzet, hè, tegen wat Kruithof in de tijd het kapitalisme noemde en natuurlijk in onze tijden het neoliberalisme heet. Namelijk ook opvoeding, cultuur, gezondheidszorg, redden uit de greep van de vrije markt, van de marktmechanismen. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar professor Pinksten zich in zijn rijke loopbaan mee heeft bezig gehouden. Maar vanavond luisteren we graag naar zijn verhaal over het denken van Jaap Kruithof, dat natuurlijk vanuit een andere achtergrond vertrekt dan Rudolf Böhm. Bij de vorige spreker, waar dat Rudolf Böhm natuurlijk voornamelijk vanuit het fenomenologie en Husserl vertrok, is het bij Kruithof dan toch eerder eigenlijk Hegel en Marx als zijn grote voormeesters. Professor Pinksten, we luisteren graag naar uw toespraak. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Is dat goed qua klank? Achteraan daar? Ja. Je bent afhankelijk van technici, dus je moet daar altijd rekening mee houden natuurlijk. Wel, ik heb een paar dingen opgeschreven en daarom zal ik voorlopig hier blijven zitten. Maar misschien straks, als er vragen zijn, is het ook beter dat we elkaar zien, dus dan zal ik recht staan, hè. De inleiding van Johan is interessant, omdat je zo ziet hoe je natuurlijk iemand anders u percipieert. Hè. En ik had hem net inderdaad een kleine uitleg gegeven van waarom ik dan in Gent ben gaan studeren en gaandeweg dan waarom dat Kruithof en Apostel belangrijke invloeden geweest zijn, of mensen die op een of andere manier in de loop van de jaren, compagnon de route toch wel geworden zijn. Nu misschien om bij Kruithof te blijven natuurlijk.
mijn uitleg daar straks, hoe kort ook, daar had ik een opzettelijk een stukje in vermeld dat hij weggelaten heeft. Zo zie je maar hoe dat gaat, hè, in de praktijk. En dat is namelijk het volgende. Ik kom van een gewone achtergrond in het Antwerpse. En uit een, wat dan tegenwoordig een kansarme buurt genoemd wordt, hè, en zo. En toevallig, en zo gaat dat, of zo ging dat alleszins vroeger, en was niet zo slecht alles samen, denk ik, wat toen het PMS, of hoe heet dat tegenwoordig, CLB, niet zo ontwikkeld was, niet zo sterk was, hè, door leraren natuurlijk, onderweg, word je geraakt. En denk je van, tja, niet door het programma, niet door de eindtermen die moeten gehaald worden, maar door leraren natuurlijk, door levende mensen die daar staan en waarvan je de indruk hebt van, wow, die is mee iets bezig, ik voel ook zoiets. Dus dan ben je geïntrigeerd, dat vormt u, denk ik. Maar va. Nu, een van die leraren heeft mij eigenlijk geïnteresseerd toen voor een totaal nieuwe opleiding op dat moment in Gent. Dat was de opleiding moraalwetenschap in de filosofie, ja, bij uitbreiding filosofie. In Gent, dat was nieuw. Ik was de eerste in mijn buurt, in mijn familie enzovoort, die naar de universiteit ging. En dus, ja, mijn ouders wisten ook niet wat dat betekende. Dus dachten ze van, ja, dat zal wel zijn, zeker. De mogelijkheid was daar, dus stap naar de universiteit. Nu, ik kwam daar, ik voelde mij daar eigenlijk zeer goed in die opleiding, in wat daar gebeurde. Behalve, vooral door de figuren Jaap Kruithof en Leo Apostel, behalve op één punt, namelijk inderdaad die filosofen, die filosofie, denken in de allereerste instantie, van de mens werd daar aangeboden, besproken enzovoort. En ik had voortdurend en toenemend het gevoel van, tja, de mensen die ik ken, die zitten daar niet in. En dat is een stukje naar de weg gelaten heeft. En dat is een heel belangrijk stukje. Ik voelde dus van, dat zal wel zijn dat 2500 jaar geleden een hele kleine bovenlaag, ik zal maar zeggen de burgerij van toen, dat is een verkeerde term hoor, ik weet dat wel, maar goed, is beginnen denken en dat ons dat is voorgehouden, dan denk ik met name vanaf Plato, niet de sofisten, dat waren geen burgers in die betekenis, hè, maar vanaf Plato, de burgerij van toen, en over de eeuwen heen gaat het over dat kleine laagje en hoe de ene zogenaamd op de schouders van de andere voortgebouwd heeft. En dat werd ons voorgehouden, zoals de wereld rond, hè, als het denken van de mens. Bij wijze van spreken, de Grieken zijn beginnen denken, plots. Afha, een heel klein segmentje van de Grieken, zo. En dan moeten we vooral leren en dan, goed. Ik overdrijf nu een beetje, maar opzettelijk. Want dat is een kenmerk dat ik later, of een ervaring, die ik later op een andere manier ook bij Jaap Kruithof heb teruggevonden. Eigenlijk had hij dezelfde soort van frustratie, van hoe is het toch mogelijk, maar dan vooral ethisch in zijn geval, maar ja, dat is ook filosofie, hè? Hoe is het toch mogelijk dat we maar blijven spreken over, noem maar op, hè, al die Europeanen, de laatste paar honderd jaar van goede burgerlijke afkomst, en hoe zij voelen en hoe zij denken dat het moet zijn en dat mensen zich moeten gedragen enzovoort. Een heel klein beetje losgekomen. En nagelang je naar andere culturen gaat kijken, zoals ik, besef je dat dat maar een heel klein beetje is losgekomen van die christelijke dominantie. Waar er een God gezegd heeft hoe je moet voelen, hoe je moet denken, hoe je moet leven enzovoort. Maar waarom zit de rest van de wereld daar niet in? Dat is iets wat ik gaandeweg, ik wist dat niet, Kruithof wist dat uiteraard ook niet, waar ik hem ontmoet heb. Wij hadden dat bij wijze van spreken alle twee. Bij hem al veel meer beredeneerd, zal ik maar zeggen. Bij mij was het in het begin heel intuïtief van fantastisch, mooie context, plezant om in te leven, in te leren enzovoort. Maar al de mensen die ik kende, die zaten daar precies niet in. Hoe zit dat dan? Kunnen die niet denken of kunnen die niet, zijn die niet moreel bezig of zo? Dat is toch eigenaardig. Hoe komt dat? Enfin, dat als uitgangspunt. Nu, om Kruithof te situeren, dat is ook Antwerpen natuurlijk, oorspronkelijk, wordt daar geboren in 1934. En
gaat op een bepaald ogenblik vanuit protestantse ouders, burgerlijke protestantse ouders, waar hem dan tegen revolteert natuurlijk, en gaat dan op een bepaald ogenblik naar het Atheneum in Antwerpen. Dus niet naar een lyceum. Nu goed, als protestantse familie is dat gemakkelijker te begrijpen, ook al wel in die tijd, maar toch. Maar wie zijn zijn medeleerlingen daar? Ah, Leo Apostel, een jaartje ouder. Wie nog? De gebroeders Mandel. Ernest Mandel en zijn broer. Hè. De broer is scheikundige geworden. Ernest Mandel, neem ik aan, moet ik niet uitleggen wie dat is aan dit publiek. Hè. Je zult toch al sinds wel weten wat hij gewoon internationaal betekend heeft, als Marxist, Trotskist. Daarmee zat hij in de klas. Zo. En een van de eerste dingen, heeft hij maar heel laat verteld, maar een van de eerste dingen die Kruithof meemaakt, of waar hij aan mee participeert, zal ik maar zeggen, als jongeling, ik denk dat hij al afgestudeerd was, dus als jonge onderzoeker dan, is dat hij met Ernest Mandel, ook nog jong, hè, twintiger zal ik maar zeggen, op bezoek gaat, uitgenodigd is door het bevrijdingsleger, je kunt dat moeilijk anders noemen, in Algerije. Toen, de kwestie Frankrijk-Algerije, de onafhankelijkheidsstrijd van Hongarije, die, zoals u weet, onvoorstelbaar bloedig geweest is. Dat was een soort broederstrijd, zou je kunnen zeggen. Hè. Dat is bijna een burgeroorlog. Hij is uitgenodigd, Mandel en Jaap gaan mee, bij Ben Bella, de leider van het onafhankelijkheidsleger in Algerije toen. Om u maar te schetsen, dit wil zeggen dat Jaap het aanvoelde van allemaal goed en wel wat er hier aan de universiteiten en aan kennis enzovoort en aan belangrijke filosofische opvattingen en zo rondgaat. Maar zo'n jonge onderzoeker die de stap zet om zo'n politieke daad te stellen, ik kan u verzekeren, dat is niet niks, hè, om bij Ben Bella op bezoek te gaan. En hij vertelde daar zeer plastisch over, zegt hij, je komt binnen in een tent, een soort joert, hè. En iedereen gaat zitten aan de kant. En dan komt, men blijft maar binnenkomen. En dan dacht je, ja, wat gaat er hier gebeuren? Ah, de volgenden gaan zitten op de schouders van de eerste. En als het nodig is, nog een derde rij. Zo. En dan komt Ben Bella binnen en begint de vergadering. Zo. Om je maar te zeggen, dat is een weinig academische bezigheid. Hè? Voor een jonge onderzoeker met komende van een heel burgerlijke afkomst enzovoort. Dus het afwezig zijn in het denken van die ander, in dit geval ja, Noord-Afrikaanse vrijheidsstrijders, hè, in, zeker geen andere ja, oude Grieken of ik weet niet wat, was bij Jaap zeer, zeer, zeer zeker een drijvende kracht ook. Anders dan bij mij, we zijn ook verschillende mensen uiteraard, maar ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen wat hij in zijn leven heeft proberen doen, proberen zeggen en schrijven. Nu, na die jaren op het Atheneum gaat hij naar de Universiteit Gent, waar hij geschiedenis gaat studeren. En uiteindelijk, na zijn studie, wordt hij daar opgepikt, zal ik maar zeggen, als assistent, gevraagd door Jan Dont, een communistische prof in de geschiedenis met een internationale faam, die bovendien over de hedendaagse tijden bezig was. Gent en veel van onze universiteiten trouwens waren vooral bekend met studies over de middeleeuwen. Je had ongelooflijke bollebozen over de middeleeuwen, dat is allemaal zeer interessant, maar over hedendaagse tijden, dat betekent dat u in de wereld van vandaag zit, dat u direct ook met politiek, met de koloniale situatie geconfronteerd wordt enzovoort. Daar wordt Jaap dus assistent. En, want Jan Dont als figuur hè, zit daar zitten en pikt hem dus op, maar laat hem dus over zijn ja, vraag of zijn weg van toen doctoreren, dat wil zeggen over Hegel, wat ja, pure filosofie is, hè? De voorloper, als u wil, van Marx in een aantal opzichten, maar toch wel een ja, zeer, 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 van in zijn tijd een politieke figuur, zonder meer, maar toch wel een heel, heel Europese systeemdenker, hè? Alles moest ondergebracht worden in één systeem, dat wil ook zeggen, wat er niet in hoorde, dat vloog dus uit het Europese denken. Daar moesten we ons niet meer mee bezighouden. Jaap doctoreert daarover, wat
enfin, in een zekere zin vreemd is. Hij is er ook nooit op teruggekomen. Hij heeft daar nooit verder iets mee aangevangen. Ook niet in zijn latere boeken. Alleen zijn manier van denken, zijn manier van schrijven soms ook, zeker in zijn meer systematische boeken, zoals boeken over moraal, hè. De zingever en die ethicologie van in het begin, hè, die hebben dat ook nog. Dat is precies een Hegeliaanse manier van werken, hè. Alles moet in één systeem ondergebracht worden. Zo. Nadien verdwijnt dat en gaat hij veel meer met het thema zelf werken, met de mensen werken, met differentiatie werken enzovoort. Maar in het begin blijft hij zo van, er is maar iets gezegd wanneer je een groot gebouw kunt optrekken waar alles zijn kamerke heeft. Zo. Hegeliaans denken, systeemdenken. Zo. Wat in de westerse filosofie, Europese filosofie, een heel sterke tendens is. Hè? De grote systeemdenkers, Kant enzovoort, die hebben dat allemaal. Zo. Alles moet mooi geordend in één systeem zijn. Zodanig dat na mij die dat geschreven heeft, hè, ik die dat geschreven heb, dan zal men zo denken, want de wereld is zo gestructureerd. Hegel heeft dat ook. Jaap in zijn beginjaren doet dat eigenlijk ook. Maar verlaat dat dus, wat ook een hele stap is en een heel durf is, zal ik maar zeggen. Hij blijft dus geen specialist Hegeliaan, zoals er ook een hoop zijn. Hè? Specialist Kantiaan, specialist, ik weet niet meer allemaal, Spinozist en noem maar op zo. Hij doet dat niet, want hij blijft geïntrigeerd natuurlijk door mensen en wat dat denken voor mensen betekent, met mensen doet. En daar wil hij iets over zeggen in de loop van zijn leven. En met de jaren, en dat is niet meer dan normaal, denk ik, vanaf 40, 45 of zo, begint dat vorm te krijgen. Begint hij zich een stijl te vinden waarin hem een aantal dingen kan zeggen. Allee, in de vorm van boeken dan. Hè. Nu, om een beetje systematisch te blijven bij wat ik voorbereid heb, ga ik van tijd tot tijd eens spieken wat die meneer hier zoal opgeschreven heeft. Hij wordt dus aangesteld, een beetje op aandringen van Jan Dont, bij het verdwijnen van een generatie van, hoe moet ik dat uitdrukken? Laat ons zeggen, niet al te briljante katholieke professoren in de filosofie. Het staat daar totaal vermuft van die mensen, en nu zal die ongeveer nergens meer terugvinden. Niet in de nationale, zeker niet in de internationale literatuur, omdat dit typisch was. Hè. Gent was vervlaamst en dus had men dat volgestoken met mensen die, laten we zeggen, ongevaarlijk waren. En dan kreeg je dus plots een terugval van niveau naar ongeveer niets. Let wel, dat is niet zomaar een uitspraak. Voor die tijd, toen Gent nog Franstalig was, was er bijvoorbeeld in de geschiedenis een prof Henri Pirenne, wereldfaam. Je had dan ten tijde van Jaap, net voor hem dan, had je terug iemand van wereldfaam, Jan Dont. En ook in de middeleeuwse had je wel een paar mensen die een zekere faam hadden, maar bijvoorbeeld in filosofie, niets. Dat was parochiaal. En misschien bewust gedaan, in alle geval, dat was zo. Maar toen plots verdween die generatie, letterlijk uitgestorven. En Jan Dont, die toen decaan was, die dacht van, dit is het moment, nu moeten we gaan voor verjonging eerst en vooral, en voor kwaliteit. En die begint dus rond te zoeken. En een van de mensen voor ethiek dan, had hij natuurlijk bij de hand, dat was Jaap Kruithof. Een van de anderen is hem gaan halen in Brussel, dat is Leo Apostel, die toen internationaal rond aan het gaan was, als nog jonge, pas gepromoveerde. Hè, die naar Carnap in Chicago geweest was, die door Perelman dan naar Genève gestuurd was om met Piaget te werken. Dus dat was echt internationaal aan het groeien zo. En Jan Dont had tenminste de visie en de durf om te zeggen, gedaan met dat parochiaal gedoe, we viseren nu een ander niveau. Met twee jonge gasten. Alle twee jonge profs toen zij begonnen, en dan zeiden ze, vooruit, maak er iets van. En daaruit is een echt internationaal hoogstaand programma, moraalwetenschappen, toen voortgekomen, door hen twee ontworpen. Filosofie is helemaal hervormd
naar een filosofie die nog een klein beetje historisch was. Je mag weten hoe er vroeger gedacht werd, maar die vooral zich liet inspireren, dat is dan apostel zijn bijdrage in de eerste instantie, door de wetenschappen. Van, je moet niet blijven bazelen over iets zoals men in de middeleeuwen dacht, dat enzovoort. Laat ons daar overstappen en laat ons gaan zien van wat weten we vandaag vanuit psychologie, neurologie enzovoort, van hoe mensen denken. En dat moet je meenemen als je dus probeert aan filosofie te doen vandaag over menselijke kennis. Dat was revolutionair en dat heeft in die twee richtingen, filosofie en moraalwetenschap toen, heeft dat zijn weg gevonden. In de moraalwetenschap kreeg je economie, kreeg je biologie, kreeg je enzovoort. Dat werd internationaal bekend en met een internationale correspondentie daarover, die uiteindelijk na het afscheid van Jaap op zo'n stapel in de hoek van zijn bureau teruggevonden is. Alle mogelijke brieven van wie dan ook ter wereld over die moraalwetenschap. Zeer merkwaardig. Dat is echt een archief dat hij achtergelaten had zo. Om het maar te zeggen, plots is daar in Vlaanderen een merkwaardig project dat echt internationaal de test kan doorstaan. Met dus de jonge, frijle schouders van onder andere Kruithof en Apostel in het begin, als eerste trekkers, zal ik nu maar zeggen. Dat is een ongelooflijk belangrijk aspect waar Jaap, zoals u weet, dan voor een stuk ook de boer mee opgegaan is. Want hij vond, als ik spreek over moraal met, voor iedereen bij wijze van spreken, niet alleen vanuit ofwel een kerkelijke optiek ofwel een burgerijoptiek, ja, dan moet ik dingen kunnen verkondigen die op een of andere manier gedragen zijn. Die meer sociaal-wetenschappelijke verantwoording, zal ik maar zeggen, van wat je zegt als ethicus. En dus vond hij dat hij zich van tijd tot tijd moest uitspreken over problematieken die ertoe deden in onze maatschappij. En dat waren natuurlijk problematieken van grote delen van de bevolking en niet noodzakelijk van die kleine elite die dacht van in huis te hebben van hoe men moest denken en leven. En dan krijg je zo'n fenomenen zoals de meneer die me daar straks daarover aangesproken heeft, een boek over seksualiteitsbeleving bij de jeugd. Jeugd aan de muur of jeugd tegen de muur, ik weet niet, voor de muur. Ja. Wat dus onmiddellijk een rel was, want nu in één keer werd niet alleen seksuele behoeften, zal ik nu maar zeggen, van jongeren en adolescenten, werd dat dus ernstig genomen. Maar er was dan een prof aan de universiteit die een boek schreef dat leesbaar was, dat daarover ging, die op televisie gevraagd werd, en dus een groot schandaal. Onze jeugd was dus verknoeid. En van in het begin heeft Jaap dat moeten ondervinden, van als je zo'n dingen publiek in vraag begint te stellen en niet braaf op uw leerstoel blijft zitten, ja, dan krijg je de wind tegen, nogal wat. Denk weer aan hij op bezoek bij Ben Bella. Dat is niet normaal, maar goed, dat is ver weg. Hè? Maar als hij zegt van, kijk, dit leeft en dat moet eens gedaan zijn met te doen alsof iedereen er een knoop moet inleggen, zoals in de middeleeuwen bepaald is, ja, dan krijgt hij iedereen tegen. Hè? Van de zittende krachten keren zich dan tegen u. En dat is eigenlijk de rest van zijn leven zo gebleven. Behalve, hij had een tweede enorme liefde, zal ik nu maar zeggen, heel zijn leven lang ook. Hij was namelijk muzikant, pianist, orgelist. Hij speelde nagenoeg elke week. Dus echt een protestantse doorzetting natuurlijk. Hè. Nagenoeg elke week speelde hij in de Noorse Zeemanskerk, als ik me niet vergis, in Antwerpen. Op de Leien, hè. Daar speelde hij orgel. Dat is een protestantse kerk die er nog altijd is, als ik me niet vergis. De kwaliteit daarvan, die meningen lopen uiteen. Ik heb professionele muzikanten, klassieke muzikanten, gesproken die zeggen van, ja, dat was oké, maar als hij piano speelt, dat is niet verfijnd genoeg. Ja, ik weet dat niet, maar in alle geval, het was juist. Hij kende zijn dingen, hij kende muziek ook zeer, zeer, zeer grondig. Dat was de kunst waar hij zich bij thuis voelde. Hij heeft heel zijn leven gespeeld, thuis piano en soms ook bij vrienden op piano. En dus, als het enigszins kon, kerkorgel dan in een kerk.
Maar ik kende die muziek ook. En dat gaf soms aanleiding tot mooie, verrassende momenten. Om uw aandacht te blijven houden, weer een anekdote. Maar het zal toch uw aandacht houden, want het is vreemd. En voor mij, toen ik het ervoerde, was het ook vreemd. Op een bepaald ogenblik is het bij mij thuis. En ik ken wel iets van muziek, maar zeker niet op die manier, niet zo uitgebreid enzovoort. En ik had een cd opliggen van een figuur die heel bijzonder is. Ik denk groot, absoluut groot, als u wil. Hè. Als componist in een moderne, hedendaagse componist. Maar die als figuur, als mens, tenminste bijzonder was. Olivier Messiaen. U bekend? Je moet daar naar luisteren. Dat is bijzonder merkwaardig. Messiaen inspireerde zich op het geluid van de vogeltjes, het gezang van de vogels. En hij zegde, als ik goede muziek kan componeren, en die muziek is fantastisch, ongelooflijk geraffineerd en toch zeer toegankelijk, zeer rijp, dat is een hele wereld. Hè? Hij zegt, als ik dat kan benaderen met mijn muziek, dan beschouw ik mijn leven als gelukt. Dat is hedendaagse, postmoderne, al wat je maar wil, muziek. Oké? Gaat ze eens iets bij de bibliotheek gaan halen en luister eens. Zeer merkwaardig. Hij stond op, toevallig. En Jaap werd heel stil. En nadien zei hij van, dat is fantastisch. Over de relatie tussen hem en mij. Dat ik dat ook apprecieerde. Dat is van de allergrootste muziek die ooit geschreven is. Ik denk dat Messiaen een paar jaar dood is nu, ik weet het niet juist. Maar van. Nu, Messiaen zelf, dat is de anekdote dan, hè, was een, hoe moet je dat noemen? Enfin, een aardsconservatieve katholieke pilaarbijter zoals je dat niet meer vindt. Gruwelijke mens. Die leefde volgens het boek. Oké? Okay? En dan, uiteraard wist Jaap dat, want hij kent zijn werk en hij kent de geschiedenis van die mens zeer goed. Maar dat is geen punt. Precies zoals zijn meest geliefde componist, waar ik het ietsje minder mee heb, maar goed, Bach. Ja, hij speelde als het maar enigszins kon Bach, zeker op het kerkorgel. En het feit dat die mensen met beide voeten, nu Bach, dat is een tijd geleden natuurlijk, maar Messiaen is bij wijze van spreken vandaag in Frankrijk aardsconservatief katholiek zijn, dat zijn rare kringen hoor. Geen probleem, dat is die mens zijn probleem, maar als hij zo'n muziek kan maken, die muziek is hemels. Dat is ook Jaap, oké? Okay? Zo. Die kwaliteit kunnen appreciëren, kunnen plaatsen. En goh, jammer voor die mens dan, bij wijze van spreken, want ze zit dus helemaal verkeerd, zal ik nu maar zeggen. Hè? In dit gezelschap moet u wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Zo. Dat is niet Ben Bellen, hè, Messiaen. Integendeel, hè, natuurlijk. Zo. Dat was ook Jaap. Met een enorme liefde voor muziek. En als er dan zo'n pezenwever tussen zit, maar die maakt hemelse muziek, Oké, dan is die hemelse muziek die belangrijk is, die kwaliteit. En heeft er ook over geschreven, laat in zijn leven, heeft ook jarenlang lesgegeven aan het conservatorium in Antwerpen. Eén les, filosofie, hè, esthetica. Hij heeft daar een boek van uitgebracht en dat heeft als titel Geen dier, wacht, hè, de juiste term. Ik ben het even kwijt. Ja, maar het is nog erger. Jankt zo erg als de mens, ja. Geen dier jankt zo erg als de mens, is de titel. De titel van een boek over zijn opvattingen over esthetica en muziek. Om je maar te zeggen. Maar goed, oké. Dat is dus ook Jaap. Hè? Zo. Nu, bon. Waarover gaat zijn filosofie? Want het zou wel eens kunnen dat u daarvoor naar hier gekomen bent. En ik moet daar toch een paar dingen over vertellen. Ik heb 10 jaar na zijn overlijden, heeft de uitgever, waar hij meestal de laatste jaren uitgaf, Epo, hebben zij gevraagd van, kijk, kun je niet proberen een boek samen te stellen
met een aantal teksten van Jaap die voor vandaag relevant zijn. En die de discussie, ja, eerder langs linkerzijde, zal ik dat maar zeggen, hè, kunnen blijven voeden. Dat is dat boek, dat is nogal een dik ding geweest. Jaap heeft ook veel geschreven. Hè. Met als mooie titel, dus Jaap Kruithof, Teksten voor de toekomst. Dat was al 10 jaar gestorven dan. Hè. Nu, we hebben dat ingedeeld. Teksten zitten lezen, hè, van al de dingen die hij geschreven heeft. En dat dan ingedeeld in 4 onderdelen. En ik zal mij daar, omdat dat over zijn denken gaat, denk ik, ik zal mij daar hier blijven op baseren. In de eerste plaats kreeg je een aantal teksten in de loop van zijn leven, hè, die expliciet gaan over politieke filosofie. Politiek in de edele zin van het woord, als u wil, hè, in de brede betekenis van het woord. Dat wil zeggen, een mens is geen eenzaam, alleenstaand figuur, wezen, dat bestaat niet. Dus het idee van de mysticus die op een berg kruipt en daar even denkt hoe de realiteit is, nee. Dat is niet Jaap zijn opvatting. Ik denk dat het ook een valse opvatting is, maar goed, dat is een andere discussie. Hè. Dat is zeker niet zijn opvatting en dat merk je ook in zijn werk. Elke mens zit ingebed in een samenleving, in een maatschappij. En alle denken is dus per definitie, als u wil, maatschappelijk of in die nobele betekenis van het woord politiek. Dat betekent niet partijpolitiek, dat betekent wel dat u niet zomaar iets kan beweren dat alleen in uw koker zou ontstaan. Als u daar even op doordenkt, dan is dat impliciet ook een kritiek op heel wat filosofie van de voorbije 25 eeuwen. Hè. Heel concreet, iemand die ik persoonlijk beschouw als een, ja, hoe moet ik dat zeggen, zodanig die mij nog ernstig zou nemen, dat weet ik niet goed, maar goed, als een minstens een overschatte en eigenlijk een gevaarlijke denker, die opgepikt is en opgeblazen en groot gemaakt en tot het model van de denker gemaakt is over de voorbije 18 eeuwen, hè, opgepikt door de eerste kerkvaders, zal ik maar zeggen, dat is Plato. Ik vind dat een gevaarlijke denker. In de zin van, dit is een autoritair, antidemocratisch figuur die een mechanisme gevonden heeft waardoor u de ander per definitie kunt uitsluiten uit de kring. U kunt hem disqualifiëren als onlogisch, inconsistent is het woord, hè? Dus ik moet met u niet meer praten. En als u de Platoonse dialogen leest, dan merkt u dat. Iedereen voor Plato wordt daar opgevoerd. Niet, dat is geen realistische weergave van gesprekken natuurlijk. Hè. Dat is een manier om thema's aan te zetten die altijd maatschappelijk zijn. Maar hoe wordt een thema behandeld? Altijd met de goeie, zogenaamd. Dus Plato in de figuur van Socrates. Hè. En op het einde van zijn leven, enfin, heel alle dialogen door, op het einde van zijn leven is heel duidelijk Plato. En zelfs niet meer Socrates, maar enfin, dat doet er niet toe. Dat is degene die de juiste weg wijst. Daartegenover komen alle anderen, en wat zijn die anderen? Dat zijn al de sofisten in de allereerste instantie. Dat zijn de mensen die aan het zoeken zijn, die de concurrenten waren, generaties voor en tot en met de generatie van Socrates en Plato, hè. De concurrenten om, ja, mensen ten dienste te zijn, om misschien ook daar van hun kost mee te verdienen, hè. Om oplossingen te zoeken voor problemen. Dat is wat de sofisten gedaan hebben. Sofisten zeiden van, kijk, er is dat probleem, de andere ziet dat anders, we kunnen daarmee niet samenleven, hoe gaan we dat oplossen? Wel, we gaan zoeken naar, wat zijn uw argumenten, waarom vind jij dat, waarom vindt de andere dat? En op de nu heel pragmatisch komen we tot, oké, zo kunnen we nog samenleven als we het zo met die afspraken in elkaar steken. Dat is eigenlijk sofisme, sofisten, hun activiteit. In dienst van concrete problemen, op een bepaalde plaats, met concrete mensen, in dienst van, we moeten voort met het leven, dus zo. Natuurlijk, elk van die oplossingen
Als u daar een consistentiespelletje van maakt, kunt je dus zo onderuit halen. En dat zijn de dialogen van Plato. Daar zie je Socrates elke keer zeggen, ja, maar logisch gesproken, hè, heb je daar een sprongetje gemaakt? Of veronderstel je nu, als je dat zegt, dan moet je wel dat veronderstellen. En daar volgt dat, dus ik moet met je niet meer praten, want jij brabbelt maar. Wat jij hier zegt, is niet streng logisch vol te houden. Ja, dat zal wel zijn. En dan, kunnen we dan leven met de oplossing van dit is niet streng, hè, vol te houden? Ik denk het niet. Ik heb een uitdaging gelanceerd jaren geleden van iemand die mij één, concreet voorbeeld kan geven van een oplossing in de dialogen van Plato, voor welk probleem dan ook, die krijgt van mij direct een kroon. Geen probleem. Dat is er niet. Dat is een systematisch negatieve filosofie. Alles wat iedereen inbrengt, de sofisten, van we zouden zo kunnen samenleven, wordt onderuitgehaald op grond van logisch, hè, houd je dat niet vol. Er zit een foutje in uw redenering. Dus moet ik met u niet meer rekening houden. Wordt uitgesloten. Systematisch over alles. Dat is een negatieve filosofie. Die logisch perfect samenhangt. Wel, dat is rechtsdenken, hè. Zeg ik, en zeg je dus op zijn manier, Jaap Kruithof ook. Dat is antimaatschappelijk denken. Dat is het elitaire denken. En dat is het denken dat u, ik weet niet, ik ken u niet natuurlijk, maar een aantal van u zullen dat hebben moeten ondergaan. Dat is het denken van de Jezuïten, hè. Ik ga u de redenering doorprikken. Niet op grond van het is niet waar, dat interesseert me niet, het waar is of niet, omdat er een logisch foutje in zit. Of omdat je een sprongetje moet maken. Of omdat je tevreden bent met een leefbare oplossing. Pragmatisch. Terwijl ik kan aantonen dat dat dus ergens wel niet meer zal blijven kloppen. Ja, so what? Geef mij iets om in het leven... Nee, dat zit er niet in en dat moet ik niet geven. Ik ben als filosoof, zegt Plato, alleen maar aangewezen, zal ik nu maar zeggen. Maar dat maakt mij superieur. Dat maakt mij tot de denker. Om bij u de fouten op te merken. En dan dus te zeggen, hop, de logische fouten. Niet de inhoudelijke, maar de logische fouten. Dat is rechtsdenken. En het is niet voor niks dat Plato inderdaad, nadat de Republiek in elkaar gestort was in Athene, moest gaan vluchten. Hè? En met een groepje dan geprobeerd heeft, als antidemocraat, met een groepje geprobeerd heeft op Sicilië, om dan in zijn maatschappij op basis van zijn denken, de filosofen waren de denkers en de anderen moesten uitvoeren, een mooi gelaagde maatschappij. Het is bijna een voorafspiegeling van de middeleeuwse maatschappij. De klerus waren de denkers, de soldaten, dat was de tweede groep, denk bij ons, de ridders en zo, die moesten het volk in toog houden en het volk moest werken. Dat was Plato zijn model. En dat is natuurlijk falikant mislukt. Na een paar jaar was de ruzie van kan niet meer en is Plato weer gaan vluchten. Zo. Nu, dat is dus één model van filosofie. En heel duidelijk. En dan fixeer je volledig en je kunt daar dus beroemd mee worden. Je kunt daar carrière mee maken. Dat is een paar duizend jaar zo geweest. Hè. Dus de Zwitten doen dat nog altijd. Namelijk het onderuithalen omwille van intern logische inconsistentie van gelijk welk argument. Dat je ondertussen niet kunt leven, dat is geen probleem. Hè? Maar je kunt de andere wegzetten, zeggen, met u praat ik niet meer, want je hebt een logische fout gemaakt. Zo. Ik ga er een beetje op door, omdat dat toch wel een heel fundamenteel punt is, dat eeuwen onder tapijt geveegd is, hè? Waardoor Plato natuurlijk niet voor niks als model historisch naar boven geduwd is, als dit is het voorbeeld van de grote denker, tegen die zogenaamde leugenaars, hè? De sofisten voor hem zo. En andere natuurdenkers enzovoort. En ik denk dat je de gedrevenheid of de inzet van Jaap om te zeggen, dat is eigenlijk als illustratie van dat punt van alle denken is maatschappelijk, dat is nogal wat. Dat impliceert bijvoorbeeld bijna per definitie en tot op het einde van zijn leven kan ik wel zeggen, is hij daar ook blijven mee worstelen, hè? Alle denken is maatschappelijk, dat betekent iemand die met de unieke
alles platslaande argumentatie komt, voorzichtig. Dat kan eigenlijk niet. En op het einde van zijn leven, daar staat de laatste drie lessen eigenlijk die hij gegeven heeft. We zijn op een bepaald punt overeengekomen van hij moest iets zeggen, nog, hè, net voor zijn dood bijna. Hij zei, ja, kijk, kom bij mij zo een paar lessen geven. Hè. Dat jong volk gaat dat zien zitten. Ze gaan denken van, tja, dat is een eigenaardige. En waarover gingen die drie lessen? Over communisme, over fascisme en over inderdaad het neoliberalisme. Dat is opvallend, hè? Hij vond dat hij daarover absoluut iets moest zeggen. Nog. Als dit zijn basisthema's van wat er aan het gebeuren is, nu, hier in onze maatschappij, en dat wilde hij bij wijze van spreken als een soort synthese brengen van daar moet je mee bezig zijn. Zoals hij indirect en met ja, omwegen, zal ik nu maar zeggen, in de loop van een leven natuurlijk, daar eigenlijk altijd mee bezig geweest is. Enfin, het is mijn persoonlijke lezing natuurlijk die ik geef, maar ik denk dat toch met een beetje persoonlijke kennis van hem, plus dus van zijn literatuur. Nu, wat verontrustte, waarom zeg ik dat, wat verontrustte Jaap, nagelang hij meer en meer zijn stijl gevonden had om te schrijven, eerst en vooral proberen begrijpen van, ja, moreel bezig zijn, op een of andere manier een ethiek aanhouden, ideeën over goed en kwaad. Hoe zit dat in elkaar? Wat hebben sociale wetenschappen bijvoorbeeld daarover mee te delen? Wat heeft dan de filosofie daarover, dus de vakfilosofie zal ik nu maar zeggen, daarover mee te delen? En hoe moeten we proberen nieuwe lijnen te trekken. Er is heel wat literatuur van Jaap. Hè? Arbeid en lust bijvoorbeeld. Hè? De enorme klemtoon op arbeid. Je bent maar iemand. De laatste 200-300 jaar in onze context hier, Europese of Westerse context, naar gelang en een beetje in functie van de arbeid die je verricht. Heel eenvoudig. Enfin, dat is een beetje schandalig om dat zo te zeggen, maar toch. Als u denkt aan de vrouw, de vrouw wordt maar iemand in het Westen, komt maar op de kaart staan vanaf het moment dat de vrouwen gaan werken. Hè? Ik bedoel, officieel gaan werken in de zin van arbeid, waarmee ze iets verdienen. Tevoren, rechten van de vrouw, allee, kom, laat ons lachen. Hè? Het is nog niet gerealiseerd, maar dat begint maar als thema wanneer je begint inderdaad arbeid, betaalde arbeid te doen. Tevoren is dat hier bij ons 2500 jaar lang geen punt, hè? Dat is toch wel opmerkelijk, nee? Enfin, zo'n soort dingen, dat wil hij uitklaren, daar wil hij mee bezig zijn. Van, hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Zelfs al is hij zelf persoonlijk, was hij persoonlijk, een heel sterk arbeidsgerichte, hè, met een enorme arbeidsethos, zal ik nu maar zeggen, hè, behepte persoon. Maar toch, diep, grondig, vond hij van, iemand wordt maar gewaardeerd en kan eigenlijk maar zin geven aan het leven in de mate dat hij dus erkend wordt als iemand die iets bijdraagt in de zin van economisch, hè, vergoed, zal ik niet meer zeggen, betaalbaar, omzetbaar in geld, hè, en dus arbeid verricht. Marx als voorganger dan, in die lijn van denken, hè, beklemtoont dat zeer sterk, hè. De mens verarbeidt de natuur, is een van de basisstellingen van Marx. En eigenlijk is dat ook een economisch denken. Dan reeds, in de basis reeds. Dus je zegt, ja, natuurlijk, ja, maar dat is niet evident. Dat is niet natuurlijk. Dat is misschien ook een ontsporing. Ik persoonlijk denk dat het een ontsporing is. Niet dat ik tegen arbeid ben, maar die een enorme klemtoon van je bent maar mens als je... Hè, en dat is essentieel voor de mensvisie, zou ik maar zeggen, van Marx. Hè. De mens is degene die de natuur verarbeidt. Ja, dat is een beetje weinig, zeg. Dat economistisch denken. Je bent dus blijkbaar niet mens wanneer je, ik weet niet wat, gedichtjes maakt, hè. Die misschien hier en daar mensen vreugde geven of zo. Dat moet je in je vrije tijd doen, hè. Dat is niet typisch mens zijn. Je moet arbeiden. Dat is de basis van je mens zijn.
is toch al een vernauwing die natuurlijk gedeeld wordt met de liberalen van toen, niet vergeten. Marx zat in dat opzicht toch wel heel dicht, hè, met zijn economistisch denken, heel dicht ook bij de kapitalisten van toen. En van 100 jaar tevoren, hè, Adam Smith enzovoort, je moet dat een beetje in die lijn plaatsen natuurlijk. En Jaap tenminste begon daar, allez, wilde dat uitklaren, van wat is dat eigenlijk allemaal? Iets wat mij daarin aantrekt, is natuurlijk dat ik, als ik tenminste een paar dingen begrijp van wat ik in de loop van mijn leven ofwel zelf ondervonden heb ofwel gelezen heb over niet-westerse mensen, dan kom je natuurlijk toch tot opvattingen van, ja, wat is dat, jong? Wat hebben die? Waarom zijn die zo, allez, super neurotisch bezig met alleen maar werken, hè? Wat is dat voor iets? En met het neoliberalisme, een van de laatste boeken van Jaap, een van de eerste syntheses over die waanzin van neoliberalisme, waar we nu vandaag de klappen van krijgen, en in de nabije toekomst waarschijnlijk nog meer, hè? Maar met neoliberalisme komt er natuurlijk tot een bekroning, hè? Je bent niets of niemand meer wanneer je niet dat kunt vertalen in van ik heb, ik bezit. Ik weet dan, toen ik jong was, dus dat is eventjes geleden, hè, en dus ging studeren bij Jaap en Leo Apostel, dan bestond De Nieuwe nog. Dat was toen een half-katholiek Vlaams, een beetje links weekblad. En iemand die daarin schreef was een zekere Mark Grammens. Dus een beetje onafhankelijke, maar nogal Vlaams gericht toch. Hè, maar onafhankelijke denker zo. En op een bepaald ogenblik schrijft hij een artikel. En ik denk dat de titel was De prevalentie van het hebben over het zijn. Wauw, dat was een titel van een weekbladartikel. Dat moet al Nederlands kennen, hè, als je zoiets wil lezen. Dat was dus De Nieuwe. Enfin, ik heb dat gelezen. En dat is mij bijgebleven tot vandaag. Dat is een van de dingen, ik heb nog dingen van Mark Grammens gelezen, maar dacht van, ja, nee, ik weet niet. Maar dit vond ik van, tja, dat is de nagel op de kop. Er is een omkering aan het gebeuren, toen, jaren 60, 70. En nu zitten we met het neoliberalisme daar volledig in. Van, het komt er niet op aan hoe jij zijt, wie jij zijt, hoe jij edelmoedig, weet ik wat, esthetisch zwaar bezig met, allee, eventueel religieus bezig, al wat je maar wil, moreel, hoogstaan, dat is allemaal volslagen irrelevant. Je moet hebben. Dat is wie je bent. En met zo'n titel vatte hij dat eigenlijk. Er is een omkering bezig van een overwaardering van het hebben ten opzichte van het zijn. En dan zie je ons onderwijs bijvoorbeeld, ik ben aan het uitweiden, maar goed, ik ga dan stoppen, hè, waarin men zegt van, we moeten die klein gastjes, hè, competitief opvoeden, vanaf de kleuterschool, competitie tegen elkaar. Want dan zullen ze in de markt, dat is de prevalentie van het hebben over het zijn. De kwaliteiten van die kinderen als mensen, daar moet je niet mee onderwijs aankomen. Je moet ze zo maken dat ze meer kunnen hebben, als ze lukken in de competitie. Ik geef het u maar mee, hè. Dat is typisch Jaap zijn soort van uitdaging, denk ik. Van, wat is hier dan en waarom is dat neoliberalisme een absoluut abjecte ideologie? Die er natuurlijk ingaat omdat je de mensen kruimeltjes geeft, hè. Of erger, vasthangt via marktmechanismen aan. Je moet nog dat hebben en je moet nog dat hebben. En iedereen werkt zich te pletter. Huwelijken, dat gaat niet meer, daar heb je geen tijd voor. Kinderen, goh, ja, dat is ook al moeilijker, want die vragen ook veel tijd en zo. En gaan we dat wel kunnen betalen, kinderen hebben? Hé, hey, momentje zeg. Is dat geen omkering van redenering? Gaan we kinderen hebben omdat we het kunnen betalen? En als ja, we hebben zo'n druk leven, dus dat gaat, en als we dat niet doen, dan gaan we niet dat en dat en dat kunnen. Wat is dit voor? En dat is razendsnel toegenomen natuurlijk over de voorbije 50 jaar en zeker de voorbije 30 jaar met de nieuwe ongelijkheid, hè, waarover Piketty het heeft. En dat is het neoliberalisme. Hè. Dan zet de mensen op tegen elkaar. Alle andere rechten maak je zoveel mogelijk individueel. Denk aan nu hier,
vrijheid, mijn vrijheid, hè. De pandemiegeschiedenissen. Vrijheid is een persoonlijk iets. Hè. Wat is dat nu voor een idiotie? Wat is dat voor een gebrek aan kennis zelfs? Zelfs over die Grieken dan, ik bedoel. Dat is totaal van de pot gerukt, maar men weet dat niet meer. Zegt, ja, maar ik heb mijn vrijheid en ik moet dat kunnen kopen. Maar... compleet weg. Daar was hij dus mee bezig, jarenlang. En dat vindt u maar prachtig. Echt prachtig gesynthetiseerd. In een van de allereerste boeken, kritische boeken, niet alleen in het Nederlands, dat is altijd een van de enige, denk ik, in het Nederlands, maar zelfs internationaal, over neoliberalisme. 2000, jaar 2000, een dikke boek, neoliberalisme. Hij had dat gezien, hij begreep dat, en zo. Goed. Nu, vandaar dus, alle denken is maatschappelijk, is als je wil politiek. En wie dat ontkent, daar moet je mee opletten. Die nooit in een bepaalde niche en die is in feite iets wolligs aan het vertellen om daar niet mee bezig te zijn. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Je kunt een goeroe van hier tot ginder zijn, zonder ooit, bij wijze van spreken, te binden maatschappelijk. En wie mee in dat wolkje treedt, die denkt van, dat is het. Maar ja, als je het kunt permitteren, of als papa of mama dat blijven betalen of zo, dan kun je dat een tijdje doen. Enfin, dat is één element, dat is een belangrijk element. Soms, zeker in het begin, werd dat overtuigd marxistisch. Ik heb al gezegd, hij was dicht bij de Mondels, vooral Ernest Mandel dan, of Mondel. Hè. Ja, wij noemen hem altijd Mondel, maar eigenlijk is het Mandel, denk ik. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. In de loop van de jaren, natuurlijk, blijft hij geïntrigeerd, van in elk geval linksdenkend. Enfin, met zo'n programma kunnen we wel niet anders, hè. Alle denken is maatschappelijk. Maar met marxisme natuurlijk zit hij, zoals elke eerlijke mens, denk ik, na het Russisch en ook het Chinees experiment en zo, zit je met moeilijkheden. Hè. Wat moeten we daarmee doen? Je moet tenminste kunnen verklaren waarom dan, neem nu de Sovjet-Unie, geen voorbeeld of incarnatie of zoiets was van marxistisch denken. Alhoewel er natuurlijk een aantal elementen in zaten die, zeker in het begin, misschien de Lenin-jaren of zo, een aanzet schenen te zijn, maar het is er duidelijk niet van gekomen. Hè. Krijg je discussies met Mandel bijvoorbeeld en met Kruithof van dit is eigenlijk zoiets als staatskapitalisme. Tegenstrijdig begrip, hè? Maar goed. Dus wat je had in China, of hebt in China, of had in de Sovjet-Unie, dat is staatskapitalisme. Dat is geen marxisme. Zelfs al zegt men zich te inspireren op Marx. Of, veel breder, veel moeilijker, wat ik daar straks even zegde, van hoe het ook draait of keert, Marx zit als Europeaan. Is altijd Europeaan gebleven. Jammer genoeg, denk ik. Zit als Europeaan in die lijn van Adam Smith enzovoort. En is dus eigenlijk iemand die op een licht andere manier, maar toch dat geloof aanneemt en nooit in kwestie stelt van fundamenteel is de mens een economisch wezen. En vanaf dan vallen al die andere prachtige capaciteiten van mens zijn, vallen die weg. Want dat economische, ofwel ten dienste van de maatschappij, ofwel ten dienste van de miljardairs, maar in alle geval de economische primeert. En dat is misschien ook een moeilijkheid van marxisme. Nu, ik ben niet, ik zeg, dat is niks origineel, hè. Er zijn nog wel mensen die toch met die dingen bezig zijn. En ja, worstelt daar tot op het einde van zijn leven eigenlijk mee. Misschien een van de redenen dat hij over marxisme als zodanig nooit een boek geschreven heeft. Ik zou het persoonlijk ook niet kunnen, ook. Ik zou niet weten waar beginnen en zeker niet waar eindigen. Misschien is het ook niet nodig. Maar van tijd tot tijd krijg je in discussie natuurlijk dat toch terug, ofwel Marx, ofwel Gramsci, of vandaag weer terug Gramsci en zo. Enfin. Oké. Wat hij ziet en wat hij terecht ziet, en waar hij zeer vroeg in was met zijn boek over neoliberalisme dan bijvoorbeeld, dat is dat met de ICT... maatschappij van vandaag, dat daar een vreemdsoortige ontwikkeling is in de zin van je krijgt een extreem individualiseren van die maatschappij, want
als u en ik, en we hebben dat allemaal, hè, een gsm of een pc hebt of ik weet niet wat, dan bent u dus uiteindelijk de laatste, ultieme ontvanger. Hè. U bent het individu dat een bepaald bericht krijgt. U krijgt dat niet zoals hier in de zaal. Ik spreek u toe en u beleeft dat als tijdelijke gemeenschap. Als er discussie komt, dan zeker. Hè. Dan ga je dus voorbij of een beetje over dat puur individuele. Bij uw gsm enzovoort is het zo georganiseerd dat dat altijd bij één individuele ontvanger terechtkomt. Miljarden, dat doet er niet toe, maar het zijn allemaal individueel. En die mogen dan individueel reageren. En dan heb je, dat wist Jaap nog niet, maar dat weten we vandaag wel, gelukkig met een paar studies toch in dat genre. Hè. Het is maar begonnen in 1990, volgens de mensen die dat soort dingen onderzoeken. Dan heb je de providers, dus Google is daarmee begonnen, en dan Facebook enzovoort. Hè. Die zeggen van, ja, maar kijk eens, die mensen, die, al die individuen, die antwoorden naar die andere individuen. En ik ben degene die de verbindingsdraad geeft, hè, de provider ben. Maar dat blijft allemaal hangen, hè. Die informatie is niet weg. Als ik spreek, dan is die informatie weg. En straks zegt je mij, je hebt dat gezegd. Zeg, nee, je hebt dat verkeerd verstaan, ik heb dat anders gezegd. En niemand kan dat nog terugvinden, want dat is niet gecapteerd. Behalve door de mensen van de camera natuurlijk. Die kunnen dat tegen mij gebruiken, maar voor de rest niet. Maar met onze ICT-middelen wel. Dat blijft allemaal inderdaad in die eeuwige ruimte zitten. En Google en zo hebben dat begrepen. Zeggen van, kijk eens, er zijn hier meteen miljoenen, nadien miljarden berichten. En die zitten nu in onze voorraad, want wij zijn degene die de draad geleverd hebben en dus de ruimte om met elkaar te communiceren. Als we dan nu eens beginnen onderzoeken, niet zelf, hè, maar met een algoritme, en we pakken al de goede wiskundigen van de universiteiten weg en we laten die algoritmes maken, dat is nu al 10, 15 jaar bezig, dat is rampzalig voor de wetenschap, maar va. Maar die verdienen veel meer als ze dus algoritmes gaan schrijven voor, hoe heet hij daar, Zuckerberg, dan wel dat ze dus, laat staan, gaan lesgeven, maar zeker ook als onderzoeker, dan zijn je een ambtenaar, hè? Dan verdient je kost, maar dan kun je je hobby doen, maar je verdient 10 keer meer of nog meer als je een goed algoritme kunt schrijven, waardoor Google supermiljardair wordt. Zo. Dan verdient oneindig veel meer daarmee. Dus de banken en dat soort dingen, die romen dan al jaren af, alle wiskundigen van universiteiten, wat dus een reële verarming is voor onze wetenschap, laat staan voor ons onderwijs. Maar enfin. Nu goed, wat doen die gasten natuurlijk? Die zeggen, kijk eens, al die voorraad hier. Jefke antwoordt op wat Mieke zegt van, ja, ik wil ook, hè, want ik naar dat en dat ga, want ik ben ook een aanhanger van. En plots, als je begint te zoeken met een algoritme, dan vind je 1000 mensen die aanhanger zijn van. En je vindt 10 miljoen mensen die vinden dat, ik weet niet wat, dat soort hamburger, dat dat eigenlijk toch wel zou moeten. En Google ziet dat allemaal en zegt van, wij gaan miljardair worden, wij, mensen van Google. Want we stappen met die 10 miljoen, die met elkaar aan het communiceren zijn zonder ze het weten, met dezelfde preferentie, van een hamburger of wat dan ook, hè. We stappen daarmee naar die firma die die hamburgers maakt. En we zeggen, kijk eens, zoveel. En je hebt hier 10 miljoen klanten. En zo zijn die op geen tijd miljardair geworden. Data mining heet dat dan. Mooi woord, hè? Data mining. En dat is allemaal perfect ethisch in orde, want er is geen ethiek over. Daar heeft nog niemand over nagedacht, 20 jaar geleden. Privacycommissie van België, als enige, heeft geprobeerd om daartegen in te gaan. Via Europa. Hè? En dat is eigenlijk niet gelukt. Want die hebben schitterende advocaten die dan zeggen, ja, ja, we zijn akkoord. En in feite toch iets anders. Want ja, die domme Belgen die gaan een beetje miljarden van ons afpakken, zeker zo. En die op dit moment nog altijd zijn die dus zo vrij als een vogeltje, kunnen die verkiezingen kopen, zoals onder Trump gebeurd is, op dezelfde manier. Van die vertelt dat en die vertelt... Weet je maar, we zetten die samen en we zeggen, partijfinancieringsgroep van Trump, van, kijk eens, deze mensen hier, hè, die willen gaan kiezen, maar die twijfelen nog een beetje. Zoveel, en ze zijn van u. En dan worden die bewerkt en dan kiezen die in een meerderheid voor Trump.
Dat is gebeurd, dat is Cambridge Analytica, hè, groot schandaal. Eventjes, die zijn dan failliet gegaan, maar dat gaat gewoon door allemaal, hoor. En eigenlijk voorvoelde Jaap dat, was net te vroeg gestorven om dat te kunnen analyseren. En nu, stel ik eens aan, verschijnen daar inderdaad een paar degelijke studies over. Maar die gasten, zoals u weet, als u Zuckerberg ooit hebt op televisie zien optreden, hè, als ze zich verdedigt voor een parlement, het Europees parlement, of voor het congres in Amerika, dan doet hij zo'n beetje vaag en ze laten hem gaan. Van, doe maar door. Misbruik maar mensen, manipuleer maar. Dat heeft Jaap dus een beetje vervoeld met dat neoliberalisme, dus echt de moeite waard, alhoewel dat 20 jaar uit is om dat boek nog altijd te lezen. Denk. Nu goed. En vreemd genoeg, of men nu ja, linksdenkend is of linksvoelend is, of marxist eventueel, of ultraliberaal of neoliberaal, of het maakt niet uit. Je ziet dat dus gebeuren op dit moment, ook weer de laatste 10, 15 jaar, feller, heviger, overal. De Chinezen willen dat als de beste van de klas doen, deze vorm van manipulatie. De Biden-mensen doen dat als de beste van de klas. De Trump-mensen doen dat. En u kunt er geen meer noemen van degenen die, zal ik maar zeggen, lukken in de wereld, die dat niet doen. Akelig, hè? Wij die denken dat we in democratie leven en zo. Dit is volop troef. En tot nog toe heeft geen enkele wetgeving van welke aard dan ook dat op een of andere manier kunnen indijken. Dat is al minstens ja, 30 jaar eigenlijk is dat bezig. Hè? 20, 30 jaar is dat volop bezig. Zo. Goed. Tweede punt waar Jaap nadrukkelijk over gewerkt heeft, is natuurlijk ethiek als zodanig. Goed en kwaad, wat betekent dat? Opvoeding en daar rond, wat betekent dat? Hoe komt het dat oude opvattingen met een heteronome ethiek, heteronoom betekent degene die de norm stelt, zit ergens anders, buiten de mensheid. Dat is een heel bizar voor mij in elk geval extreem exotisch gegeven, als je daar begint over na te denken. Want niet elke mens denkt zo, hè. Allee, grofweg, driekwart van de mensheid deed dat niet. Tot zelfs vandaag, goh, ik durf daar geen cijfer op zetten, maar zeker de helft van de mensheid doet dat niet, hè. Heteronoom denken, laat staan heteronoom ethisch denken, alsof er dus een buiten autoriteit zou zijn, bovenmenselijk, buitenmenselijk, hoe je het ook wil noemen, die kan dicteren, die zelfs spreekt en zegt van zo en zo moeten leven, de 10 geboden, zoiets van die aard. En God heeft het gezegd, dus nu blijven we er verder af, geen discussie daarover, zo is het. Dat is een bijzonder exotisch fenomeen. Dat is politiek gezien, namelijk zeggen politiek de rechterzijde dan, is dat een ongelooflijke vondst, hè. Dat heeft fantastisch gewerkt tot nog toe. Hè. Bijvoorbeeld in het Westen, of op een andere manier in China, of op een andere manier, moeilijker manier, gemengder manier, denk ik, in India. Maar grote delen van de mensheid denkt zo niet. Wat, hoe denk je dan wel? En waar in de geschriften van Jaap, zonder dat hem dat, denk ik, wist, dat grote delen van de mensheid niet zo denkt. Hè, want hij heeft die studies niet gemaakt. Hij heeft nooit echt antropologie of antropologische teksten over andere culturen zitten lezen, voor zover ik weet. Hoe denken die mensen dan wel? Wel ja, er zijn, om te beginnen, om en bij de 6000 verschillende religies in de wereld. Nu spreek ik weer als antropoloog. Hè? Er zijn ongeveer 4000 levende culturen nog altijd, hè, vandaag. Wij denken soms van, iedereen wordt westers, want ze eten een hamburger. Ja, maar god, ik heb dat ooit met iemand van de Standaard meegemaakt. Die kwam mij interviewen en die zei van, hij zegt, dat Chineesje, dat is jaren 80 denk ik, met zo'n busje of een flesje was dat toen Coca-Cola op de Chinese muur. Dat was een razend ongelooflijk interessante publiciteit. Hè? Een klein Chineesje dat een Coca-Cola flesje vastzet op de Chinese muur. Grote propaganda daar rond van, kijk eens, China wordt westers. Hè? Kijk maar, ze drinken Coca-Cola. Hè? Ja. Ik zei toen tegen die meneer, kijk, ik ben toch al op een paar plaatsen geweest in de wereld. Dat was de afdeling cultuur hè, van de Standaard, wat misschien een van de enige hè, serieuze kranten is nog in Vlaanderen op dit moment. Maar fa. En ik zei, kijk, ik weet niet hoor, maar waar ik allemaal geweest ben, dus niet heel de wereld, maar toch wel hier en daar zo,
Daar heb ik dus niet één. Een flesje Coca-Cola, hè. Of niet 10. Zelfs niet 100, maar ik weet het niet. Tienduizenden, denk ik, Chinese restaurants gevonden. Huh? Hier bij ons en in Afrika, en noem maar op, overal. Zegt u dan dat wij allemaal Chinees geworden zijn? Of wat zegt u met dat blikje Coca-Cola daar? Want als die Coca-Cola drinkt, dan wordt heel China wordt Westen. Ja, oh, oh. En wij met ons Chinese restaurant, zijn wij Chinees geworden? Of? En dus ook een beetje Turks en ook een beetje... Of, hoe zit dat eigenlijk? Ah ja, dat is misschien wel... Ja, dat weet ik niet. Ja, maar allee. Dus dat soort superioriteitsdenken. Hè? Als iets van ons naar hinder brengen, dan automatisch is dat... Ze worden allemaal best. Nee, er zijn nog altijd 4000 levende culturen in de wereld die van alles gebruiken, maar wij ook. Zoals u weet eten wij al lang aardappelen en gebruiken wij tabak en tomaten en ik weet niet wat allemaal. Dat komt allemaal van de Indianen, hè. Vind ik goed, want dan zijn we allemaal Indiaan geworden, zeker, hè. Of, ja, om maar de ridiculiteit van dat soort... Enfin. Nu, binnen die 6000 religies, dat was eigenlijk mijn punt, zijn er een paar honderd... Zonder overdrijven, een paar honderd waar u geen godsbegrip hebt. Geen enkel. Waarom noemen we dat dan religie? Ja, die mensen doen rituelen, bijvoorbeeld. Die doen inwijdingsrituelen, die doen alles wat religieus is. Maar zonder, niet alleen geen externe god van een andere wereld, maar zonder god te koer. Dat is een begrip dat niet voorkomt. Bijvoorbeeld, die mensen redeneren over, we zitten allemaal samen, geïnterconnecteerd, heet dat tegenwoordig geleerd, hè, met andere elementen in de natuur. Ah ja, broeder beer en zuster slang en zo. Ja, inderdaad. Maar dat zijn geen goden, hè. Laat staan goden die op een of andere manier komen, of één god, op een of andere manier komt zeggen van zo moeten leven. En dat is de moraal. Rond de Middellandse Zee, curieus genoeg, heel exotisch, heeft men zoiets ontwikkeld, dat is onmiddellijk politiek vertaald, en er is tot vandaag een vrij indringende manier van bezig zijn met moraal. Zo. Met die buitenstaander die aan de mens is komen zeggen van het komt allemaal van mij en zo moeten leven. Maar dat is een lokaal fenomeen, toe. Als je een beetje in de wereld rondkijkt. Zo. En waarschijnlijk is de hoogtijd daarvan ongeveer over, voorbij. Zo. Dat is onderzoek naar ethiek, zoals ik dat bij Jaap geleerd heb. Niet met die verwijzing naar andere cultuur, maar toch van, ja, maar ethiek, men zegt maar al die begrippen, dat hangt van voor naar achter in dat moeras waar men maar niet uit geraakt. En dat men dan dus in één keer universeel menselijk verklaart. Alle mensen doen dit, nee, dat is niet zo. Laat ons dat eens proberen onderzoeken. Laat ons proberen dat uit elkaar te halen. Wat een reusachtige job is, omdat je dus nogal wat verleden ja, moet bekampen of moet confronteren in alle geval. En wat u dus niet altijd populair maakt. Hè. Een van zijn punten naar het einde, dat is eigenlijk zijn laatste boek, is proberen zien rond humanisme. Zijn laatste boek, Humanisme. Heeft ook eenvoudig de titel Humanisme 2001 was dat. Proberen zien van, ja, hoe zit het daarmee eigenlijk? Hij had vroeger al geprobeerd, in de 90 als ik me niet vergis, met een boek Mens aan de grens, had hij geprobeerd om te zeggen, ja, dat humanisme van in der tijd, opnieuw perfect te plaatsen in zijn tijd, ik bedoel dan 16e eeuw en opnieuw met de verlichting als je wilt, 18e eeuw zo, maar... Je moet dat actualiseren. Mensen leven inderdaad in hun tijd en denken dat hun tijd het referentiekader is. Hè? Dit is het beste wat we gehad hebben, beter dan het verleden. Dus wat ik nu zeg, dat gaat blijven. Dat is zo een beetje een gedeeld gevoel bij velen toch zo. Als je nu terugblikt, zegt de Jaap in 90 over humanisme bijvoorbeeld, Mens aan de grens, dan moet je zeggen van, ze zijn het milieu vergeten. Die denkers van toen. Dat was toen geen punt, natuurlijk. Ze waren aan het strijden tegen de kerk, losgeraken van, hè, vrij worden van, zo. Dat was fundamenteel. Erasmus, Vico, noem maar op, Montaigne, op een
heel interessante manier, denk ik. Een heel inclusieve manier in zijn, tijd. Maar dat was hun strijd, dat was hun panorama ook. Vandaag kun je zeggen, dat blijft een element, maar dat is gedeeltelijk misschien verworven. Gedeeltelijk misschien verworven, je moet voorzichtig zijn met zo'n dingen. Maar men is ondertussen, bijvoorbeeld, zegt hij in de jaren 90, hè, het milieu vergeten. En dat kan niet. Dus je moet je humanisme herbronnen en dat moet een ecologisch humanisme worden. Ik kan u verzekeren dat dat dus bij de vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen niet op applaus onthaald is. Dan zei van, allee, zeg, kom, wat krijgen we nu? Want ja, je krijgt dan toch eigenlijk ook natuurlijk sommige gelovige kringen die dat ook vonden. Agalef van toen was bijna een vleugel van het ACV, hè, die afgescheurd is. Ik overdrijf een beetje, maar toch was christelijk toch ook van inspiratie. En op dat punt hadden zij zeker gelijk, vond Jaap. Nee, kom, we hebben eigenlijk onze zuil, we gaan niet opnieuw beginnen. Hè. En dat ecologische, de bloemetjes en de bijtjes zeker. Nee, dat werd dus echt verworpen. Een gemiste kans, denk ik, maar goed. En in zijn laatste boek, Humanisme, herneemt hij dat natuurlijk en trekt hij dat terug door. Zeg, kijk, voilà, het gaat nog verder. En nu vandaag, nog eens 20 jaar later, nou, kun je niet anders zeggen, dan ja, op dat punt had hij zeker gelijk. Hè? Niet alleen weten we nu, van dat weten we ook al iets langer, maar toch, dat die ecologische factor belangrijk is. De vernietiging van biodiversiteit gaat akelig snel door onze industrialisering, boskappen, noem maar op. De pandemieën die daaruit volgen, dat is een bijverschijnsel, zoals u weet. Hè. Ze laten die beestjes niet gerust als ze bossen kappen en dus springen die over naar andere beestjes en naar ons. Hup, pandemie. We hebben er nu net eentje gehad, waarschijnlijk ongeveer. Maar u mag je voorbereiden met het volgende. Hè. Dat gaat niet stoppen, want ons economisch systeem gaat voort, zoals u weet. Hè. Als u Bolsonaro volgt, dat is zeer interessant, dan weet u wat u te wachten staat. De het overspringen van de ene soort naar de ander en daardoor veroorzaken van pandemieën is volop aan de gang. En die zullen ook hier langskomen. En welke vorm dat zal hebben, dat weet niemand. Maar dat dat dus zeker en vast geen vriendelijke ervaring zal zijn en dat dat economisch klappen zal geven, dat kun je gewoon voorspellen, tenzij men anders begint om te gaan met nog maar dat, vernietiging van biodiversiteit, vernietiging van bossen, van oerbossen enzovoort. En, tweede element, waar Jaap nog weinig mee bezig was, maar dat vandaag eigenlijk helemaal bovenaan op de agenda zou moeten staan als Biden op bezoek komt, en dat was dus duidelijk niet het geval, dat is natuurlijk het klimaatkwestie. Hè? Dat is een absoluut reusachtig vernietigende ontwikkeling die wij in gang gezet hebben. Die gaat miljoenen en miljoenen en miljoenen levens kosten, zonder enige twijfel. Die gaat enorme voedseltekorten teweeg brengen, zonder enige twijfel. En dan komt onze vriend uit Amerika op bezoek en dan komt hij ten eerste wapens verkopen en ten tweede gas verkopen. En met geen woord spreken over alternatieve energieën en investeringen. Hij dacht van, goed, Biden komt af, nu gaan we samen alternatief investeren. Geen woord. Natuurlijk, dat maakt Poetin geen goeie, hè? Daar gaat het niet over. Maar wat een gemiste kans toch weer. En wat drukt dat uit? Het drukt uit waarmee hij al bezig was, in verband met ecologie dan tenminste al, hè, van, men snapt het niet, hè, men doet maar voort, want hebben prevaleert over het zijn. Zo. Lees dus zijn boek over humanisme, waar ik voor een stuk, in dat boekje waarnaar er straks hier gerefereerd is, voortga, maar dan met die klimaatkwestie bijvoorbeeld erbij, en met ook interculturele inclusiviteit daarbij. Hè. We zijn, of het ook draaien of keren, in de loop van de jaren, en eigenlijk kun je zeggen, dat is al een lange tijd bezig, maar laat ons zeggen de laatste 50, 60 jaar, zijn we manifest
interdependent, feitelijk interdependent geworden in de wereld. We zijn van elkaar afhankelijk voor het overleven. Dat is een nieuwe situatie. En dat dringt maar niet door. Want wat is er populair? Nog altijd independentiebewegingen, hè? Culturele identiteit, Vlaanderen apart. Jongens, dat is al een eeuw geleden, was dat al voorbij. We zijn er nu nog over bezig. Je bent voor je overleving mondiaal interdependent. Allee, laat dat eens doordringen. Hoe moet je dan omgaan met de wereld? Niet dat ze zeggen, hier zijn de grenzen. Ja, zo, die virussen zullen zich dan wat aantrekken, vrees ik. Of de zee. Hè? Onze briljante minister van Onderwijs. Je weet wel, die van de hondjes, hè? Ja. En van de Noordzee in zijn vorige bevoegdheid. Die kwam op televisie verklaren, een paar jaar geleden, toen hij nog minister van de Noordzee was, kwam die verklaren dat hij met de Nederlanders aan het overleggen was om, ik geloof, 200 miljoen of zoiets, te investeren om de dijk op te hogen. Nee, niemand lacht al toe. Die 60 kilometer, die een oceaan die 5 meter gaat stijgen. Allee, kom. Wie zijn er nu iets aan het wijsmaken? Zo? Allee. Dus dat niet-ecologisch en niet-klimaatdenken, oké? Als je bezig bent over uw eigen zaken, zijn de zaken van de mensheid hier, hè, van humanisme bijvoorbeeld. Nu, daarnaast heb ik dat straks al even in de inleiding gezegd, was Jaap sterk betrokken, sterk bezig met kunst, met die creativiteit in de mens. Maar voor zover ik weet alleszins, is hij dat nooit kunnen echt integreren in de andere dingen, en was dat voor hem zo'n beetje een stuk van zijn leven dat apart bestond. Hè? Met conservatorium, met zijn muziek maken enzovoort. Maar wel fel, dus van tijd tot tijd kreeg je die politieke gevoeligheid, speelde hij toch door en gebruikte hij dan als argument. Bijvoorbeeld, ik had eens een keer iets opstaan van Sostakovich. Ik dacht, ja, misschien apprecieert hem dat ook. Oei, het kot was te klein, hè. Dat was dus een partij, een communist enzovoort, dat moest hem niet weten. Een Stalinist en noem maar op. Ja, nee, enfin. Een Messiaan dus wel, wat natuurlijk akkoord superieur is qua muziek ten opzichte van enzovoort. Nazi-muziek, Wagner en zo. Niet alleen de manier waarop Wagner gebruikt wordt, hoor, maar ook die hele sfeer van Wagner, hè, dat soort van volksgevoelen van waaruit hij voortdurend. Vond hij dus de gruwel zelf, nog los van de bombastische sfeer van de muziek zelf natuurlijk, hè, die niet verfijnd is, zal ik maar zeggen. Maar met kanonnen, met decors die moeten over, hè, over en weer rollen, en van die dametjes in van die enorme gewapende kostuums en zo, met die dingen. Enfin, dus dat vond hij allemaal eigenlijk platte politiek. En dus in die zin vond hem de kritiek alleszins gerechtvaardigd van dit is een gebrek aan niveau. Dat kan wel geweldig overdenderend zijn, overduigend. Iedereen gaat naar huis met een rode kop van poof, we hebben het gezien en zo, maar dit is echt geen kwaliteit. Dus moet je daar niet mee bezig zijn, te koer. Wat dus eigenlijk een politieke kritiek is, maar een nobele, denk ik, politieke kritiek op kunst. Van muziek dan in zijn gevallen. Daarnaast, en tenslotte denk ik, kan men eigenlijk zeggen dat een aantal van de werken die Jaap geschreven heeft, en soms van de meer academische werken, in een bepaalde betekenis, namelijk in wat men de filosofische antropologie noemt, hè, antropologisch waren. Dat wil zeggen, je kan niet iets zeggen over ethiek op zich, over goed en kwaad en eventueel opvoeding van mensen daarin natuurlijk, hè, zonder dat je een totaal mensbeeld probeert te hebben of probeert te expliciteren. En dat noemt men dan antropologie, een beeld van de mens, een kennis van de mens. En in de filosofische antropologie, dat is vooral in Duitsland, in Nederland, was dat een belangrijke richting. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar in elk geval, dat is toch een aantal generaties meegegaan als een heel belangrijke branche van filosofie. Die houden zich niet bezig met kennis of met wetenschap, maar wel met, wat is dan eigenlijk voor iets, dat fenomeen mens?
hoe moeten we daarover denken? Arnold Gehlen bijvoorbeeld was zo iemand, er zijn er nog zo'n paar. In een zekere zin Heidegger in een aantal opzichten zou je daar kunnen... Je gaat daar tegenaan leunen zo van... Je spreekt over die totale mens. En antropologie, in die betekenis filosofische antropologie... kun je daar, denk ik, terugvinden. De meeste van die mensen, dat is heel opvallend voor die, vooral Duitsers, die daarmee bezig zijn, zijn nooit of nooit uit hun kot geweest. Ik bedoel, hebben nooit een andere mens van ergens anders op de planeet ontmoet. Laat staan, geprobeerd om daar die mensen te begrijpen, om daar te zien hoe, misschien samen mee te leven of zo. Allemaal niet, hè. Dat is in ons eigen koker, in ons eigen... midden van allemaal dezelfde mensen, zou ik maar zeggen, de hoogontwikkelde burgerlijke mensen in, het, in Duitsland. Hè. Daar voeden wij ons om te weten hoe de mens in elkaar steekt. Zo. Niet met te proberen nu, vandaag hier, even buiten te gaan en om de hoek eens te gaan praten met die Afghaan die nu zes maanden woont of zo. Nee, ja, dat moet niet. Dat is zelfs geen toets voor een theorie over de mens. Zo. Ik beschuldig niet Jaap natuurlijk, helemaal niet, hè, van deze houding. Maar om te zeggen, als hij over antropologie bezig is, of als hij antropologische werken schrijft, dan is dat eerder in die lijn van wat heeft de westerse mens, vooral ook in de hedendaagse menswetenschappen, psychologie, sociologie enzovoort, wat kunnen we eruit halen om ons een beeld te vormen over hoe zien zij de mens? Misschien nog een kleine anekdote om u terug bij de les te trekken. En dat is de laatste, hoor. Dan doe ik het niet meer. Hè. Ja, nog eentje. Ja, ja, oké. Als u denkt aan de psychologie, dan denkt u dus aan de meest moet ik dat zeggen, respectabele vorm van psychologie, de meest wetenschappelijke, zegt men dan. Hè. Dat is degene waar men een beetje cijfertjes gebruikt. En dus de experimentele psychologie. In het begin dacht men van, dat is de mate waarin we natuurwetenschapper zijn. We doen experimenten, hè. Dat is later een beetje gedimd, want allee, dat bleek toch wel iets anders te zijn. Of je met levenloze materie werkt en wel met mensen en experimenten doet, maar fabo. Maar er is nog altijd een hele school, in de Anglo-Saxische wereld zeer sterk, en ook bij ons, hè, van experimentele psychologie. Dat zijn de mannen die het weten, hè, van de feiten en zo. Nu... Ja, ik wil wel, geen enkel probleem, maar het is lastig, maar ik moet het zeggen, dat is de anekdote waarmee u dus nog succes zal oogsten bij de volgende feesttafel, echt waar. Als men eens nagaat wie de experimentele subjecten zijn van alle experimentele psychologie tot nog toe, ook de Russische kunt je daarbij rekenen, verder... Gaat dat, enfin, begint dat te gaan nu, maar ging dat vroeger niet. Hè? Dan zie je dat die subjecten, degenen die als proefpersoon gebruikt worden, hè, voor experimenten, er zijn talloze doctoraten gemaakt, elke keer een nieuw experimentje over, maakt het een verschil of het een man of een vrouw is, als je, enzovoort. Hè? Typisch, dat is een doctoraat. Hè? 70% zo, 30% zo, hop, pst, nieuwe vondst, doctoraat. En er zijn reeksen, er zijn tijdschriften, al wat je maar wil. Goed. Wie zijn die proefpersonen? Dat is interessant, vind ik als antropoloog. Dat ben ik weer, hè. Dat is mijn anekdote. Want, wie zijn die proefpersonen? Aha. 90-95%, het is van die orde, zijn universiteitsstudenten. Ja, die zijn er toch, hè. Dus, hop, allemaal experiment. Ik heb het zelf meegemaakt... Ik had twee heel grote lessen, dus veel volk. Ja, een collega zei, kom, maak ik bij u eens. Allee. Hup, allemaal een vragenlijst enzovoort. Zo. Ja, dat is gemakkelijk, die zijn er toch. Dus, echt waar, dat is geen grap, dat is echt, echt waar. En dan zijn er cijfers, hè. Van die hele populatie is er zoveel procent die dat... Ja, maar die populatie, kom, laat ons ernstig zijn. Heeft men die dan bekeken? Wat zijn de kwaliteiten van die populatie?
Men heeft daar cijfers over. Alleen, voor zover ik weet, maar het kan zijn dat er ondertussen al meerdere zijn, maar goed, voor zover ik weet, bestaan die alleen voor de Verenigde Staten, wat dus de hoofdleverancier is van experimentele psychologische onderzoeken. En het laagje dat de universiteit gaat studeren aan de Verenigde Staten, dat is wat wij dus upper middle class noemen. Hè? Dat is dominant. Wat is hier de hogere middenklasse zo? Een heel klein beetje, ook hier bij ons. Je weet, democratisering van het onderwijs, waar ik een product van ben. Hè? Dan moesten er wat meer mensen gaan studeren. We hadden meer gekwalificeerde arbeid nodig. Hè? Met onze nieuwe industrialisering in Vlaanderen enzovoort. Goed. En dan kreeg je dus een beetje meer. Dat was 4% toen ik startte als student. Dat is dan in de hoogdagen, dat wil zeggen, dat is een tijd van de studentenrevoltes, is dat in westerse landen, hier bij ons, Engeland, Verenigde Staten, tot 8-10% gegroeid. Mensen van lagere sociale klasse. En nu is dat terug 5%. Oké? Okay? Alle anderen, ik heb niks tegen de mensen natuurlijk, hè, maar alle anderen is middenklasse. In de Verenigde Staten, bijna allemaal blanke middenklasse. Indianen die naar de universiteit geraken. Allee, ik zal niet zeggen, ik kan die op mijn twee handen tellen, dat is overdreven, maar dat zijn er zeer, zeer, zeer weinig. Zwarten nog altijd zeer weinig. Chicano's nog altijd, dus mensen van Mexico, Caraïben enzovoort, nog altijd zeer weinig. Zwaar ondervertegenwoordigd. Precies zoals de Turken, Marokkanen enzovoort hier bij ons. En als u dus kijkt naar wie zijn de proefpersonen van de experimentele psychologie, die wetenschappelijke tak van de psychologie, die komen allemaal vanuit die ene, kleine, bepaalde laag. Hoe representatief zijn die nu om te spreken, nog maar in dit geval, over de Amerikaanse bevolking? Of de Belgische, of de, laat staan, over de wereldbevolking? Enig idee? Dat is fake, hè? Dat is gewoon fake, hè? Dus opgepast met dat soort van dingen. Enfin, waarmee ik dus zeg, van kijk, welke gegevens gebruikt men? Hoe strooit men die rond? Maakt men die tot argument enzovoort? Zeker met zo'n cijfergegevens. Ja, maar over wie gaat het? Hoe representatief is dit? Enzovoort. En ik kan het u verzekeren, ik neem dat niet kwalijk aan collega's. Dus ik spreek nu niet voor mij, omdat ik bijzondere ervaring zou hebben met Amerikaanse psychologie, maar ik had een zeer, zeer, zeer goede vriend, Donald Campbell. Dat is een topfiguur geweest. Hij is nog president van de Amerikaanse Psychologische Vereniging geweest. En dat is een machtige vereniging. Een paar honderdduizend leden en met al die counselors daarbij. Dat is dus een machtige vereniging. Hè. En die zeiden van ja, dat is zo. Dat is nog altijd zo. Dit is een representatie van een kleine sociale laag die bijna exclusief wit is. En daarop baseert men zich om te spreken over het is wetenschappelijk bewezen dat de mensen... Hoe, voorzichtig. Dus als men dan zo'n grote theorieën maakt over de mens, dit soort van antropologie, hè, filosofische antropologie, zelfs al gaat men terug op zogenaamd wetenschappelijk onderzoek, voorzichtig, kijk naar over wie het gaat. Enfin, ik kan daar nog lang over bezig zijn, onder andere over de paar experimentele onderzoeken in andere, Afrikaanse culturen bijvoorbeeld, en hoe dat in de soep draait en waarom. Zeer interessant, zeer begrijpelijk, maar dat stelt ons, onze kijk, onze methode nogal in vraag. Maar bijzonder interessant. Maar ja, niemand wil dat sponsoren, hè, zoiets. We willen cijfers, directe resultaten. Ja, dan blijf je bij je studenten, hè. Die zijn er toch. Waarom zouden we verder zoeken? Maar ja, wat hebben we dan gedaan? Dan hebben we parochiale kennis, vrees ik, maar goed. Nu, bon. In die lijn dus, met de nodige kritiek, zei dat hij dus niet, politieke kritiek, zei dat hij niet echt systematisch buiten, alleen voor zijn bronnen dan, systematisch buiten de westerse context ging, was Jaap Kruithof ook aan het zoeken. Wat hem bijvoorbeeld leidde tot, op het einde van zijn leven, tot echt nogal een zwaar pessimistische opvatting. En
Ja, misschien heeft hij gelijk, misschien niet. Ik weet het niet. We zullen het misschien weten binnenkort. Hè? Als de klimatologische discussie echt begint prominent te worden of de rest gaat wegduwen misschien. Pessimisme ten opzichte van onze slagkracht, ook van onze linkse krachten. Hè? Hij zei van, kijk, eigenlijk is het Westen doodmoe. Je ziet daar intellectueel niks meer uit voortkomen. Dat de moeite is. Ik denk dat wat overdreven was. Maar degenen die eruit voortkomen, die echt nog eens bakens verzetten, zijn er weinigen. Dat is zeker waar. En een tijd van, neem nu Sartre enzovoort, dus net na de Tweede Wereldoorlog, van hè, we gaan er eens aan beginnen zo, dat is uitgebloeid. Dat is er niet meer. Het soort wervend groot verhaal is afwezig. Neoliberalisme slaat dat ook dood. Hè? Je krijgt gewoon geen kans. Men wil dat niet riskeren alleen om dan onderzoeken de sponsor die daarmee bezig is enzovoort. Er zijn een paar lichtpuntjes, hoor, heel kleine, in de plantkunde bijvoorbeeld. Maar enfin, dat is een vraag voor Seven. Hè? Wat was er met die plantkunde? Schitterende anekdote, maar dat is voor straks. Goed. Nu. En dus zegt hij van, kijk, van Europa, in eerste instantie Europa, gaat het niet meer komen. Ik weet dat niet, maar ja, als je ziet hoe wij vandaag, nog eens zonder een oordeel te hebben, positief of zoiets, over de Russen, hè, of over wat Rusland nu aan het doen is, maar hoe wij vandaag prooi zijn, zowel van de Russen als van de Amerikanen, ja, het komt precies niet van hier, hè. Allee. Wij zijn niet een drijvende kracht in de geschiedenis op dit moment. Dat kunnen we moeilijk beweren. Hè? En er is ook zo geen wervend verhaal of zoiets dat van Europa uitgaat. Het is eerder zo'n kruidenier die zegt van, jammer, blijf eens van mijn peren, maar ga ja, het is al te laat. Hè? Ze zijn er al mee weg, zoiets. Dat is niet echt een wervend verhaal, denk ik. Maar van. Dus waar gaat het wel vandaan komen? Jaap zei, en ik denk dat hem daar zelfs een goede intuïtie had, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Beste kans, zegt hij, is dat het uit Zuid-Amerika komt. En ik denk dat hij gelijk heeft. Maar we zullen moeten afwachten. En we zullen er in het beste geval hier open kunnen voor staan. Nu, waarom Zuid-Amerika? Wel, er is een hele... Ik raad u aan, echt begin daarover te lezen. Een fantastische literatuur die aan het komen is. Zowel in de romans als in wetenschappelijke werken, hè? Filosofie een beetje. De sfeer van convivir, misschien aan sommigen van u bekend. Buen vivir is ook zo'n terminologie die je terugvindt. Je zou kunnen zeggen, de nazaten, het is niet helemaal juist, van Paulo Freire, zoals die op dit moment naar boven komen, met enorme kritiek aan de ene kant. Enorm veel slaag, van types à la Bolsonaro natuurlijk, die aan onze kant staan, als ik het zo mag zeggen, hè, tegen die bewegingen. Maar bewegingen die eigenlijk een combinatie schijnen te beginnen te realiseren. Ik ben daar zeer voorzichtig in, maar van, en Jaap, denk ik, voelde iets gelijkaardigs aan. Van aan de ene kant, verrassend, zogenaamde primitieven, holisten, mensen die zeggen, wij leven geconnecteerd met de natuur. We leven niet tegenover de natuur, dus je kunt niet de natuur exploiteren, zoals het Westen dat doet, systematisch. Hè. En dus bossen rooien en daar koeien op laten lopen en daar hamburgers van maken. Ik bedoel, dit gaat alles kapot maken, zeggen die primitieven. Ja. En dat komt terug naar boven, nu, met de klimaatontwikkelingen. Hè. Dat aan de ene kant, en toch een kleine groep van intellectuelen die in de loop van historici en anderen die in de loop van de jaren proberen dat op te pikken, proberen daar woordvoerder van te zijn. En dat begint stilkens aan tot een wervend verhaal, een begin van ideologie zou ik kunnen zeggen, te worden die wel een zinvol antwoord kan zijn op de gruwelijke weg van de klimaatontwikkeling op dit moment. En dat komt dus van ontwikkelingslanden, hè? Met name vanuit Zuid-Amerika. Ik ga het daarbij houden voor dit deel. Bedankt. Ja.
Prachtig. Dank u wel, professor, voor dit wervend verhaal over het leven, het werken en het denken van Jaap Kruithof. Ik onthoud eigenlijk ook zijn vragen en zijn kritiek die hij stelde bij de arbeidsethiek. En vooral ook de nadruk die u gelegd hebt eigenlijk op de vooruitziendheid van zijn denken, eigenlijk, als het gaat bijvoorbeeld over ecologie. Dank u wel daarvoor. Ik denk dat we nog even tijd hebben om vragen te laten passeren die vanuit het geïnteresseerd publiek kunnen komen. Steek u even de hand op als u een vraag zou willen stellen. Ja, dank u wel voor uw uiteenzetting. Ik ken Jaap vooral als iemand die op schenen gestampt heeft. Heeft Jaap ooit last gehad van een soort van activistische burn-out? Heeft hij... Ik stel mij die vraag iedere keer als ik hem opnieuw zie. Is namelijk, heeft hij nooit een punt bereikt dat het hem te veel werd? Wel, misschien eerst en vooral... Enfin, één antwoord is... Toen wij in 68, 69 revolteerden als studenten, hè, hebben wij toch wel anderhalve maand, universiteitsgebouwen bezet, lessen geboycott, al dat soort van dingen. Hè. En natuurlijk, de mensen die bij Jaap les volgden, waren zeker en vast actieven daarbij. Nog het rectoraat bezet bijvoorbeeld, dat was plezant. Enfin, viel daar niet veel te zien eigenlijk, slechte sigaren, dat herinner ik mij nog, maar goed. Nu, hij was de enige, maar letterlijk de enige, samen met, nee, Beum ook. Ja. Beum kwam langs en als prof hè, ook, en zei van, kijk, dat is interessant wat jullie aan het doen zijn, ik kan zelf niet veel doen, maar... Weet je maar, hier is mijn sleutels van mijn bureau. Hè. Als je een typemachine nodig hebt, fotocopiemachine enzovoort, doe maar. En is daar dus bijna zijn job door verloren nadien. Want natuurlijk, de collega's van toen, een speciale raad daarvoor. En wat is dat toch? Moeten we die prof niet terug hè, wegsturen, ontslaan? Dat kan toch niet? Dat hij de kant kiest van zo'n soort hè, links straatratten, zoals hè, wij dus, studenten. Oké. Okay. De enige ander die er bijna elke avond was, we hebben toen echt auditoria bezet, lang, zijn er uiteindelijk 3-4 uur 's nachts, de laatste dag, door de Rijkswacht, de Franstalige Rijkswacht toen, uitgejaagd en dus afgeklopt tot we beneden waren in busjes en dan moesten we naar de kazerne van de Rijkswacht en zo van die dingen. De enige die er bijna alle dagen was en die echt bemiddelaar gespeeld heeft, ons heeft beschermd, als prof dan, hè, tegenover de, ik weet niet wat dat is, commandant of zo van de Rijksmacht, dat was Jaap. De enige. Alle anderen niet gezien, niet gehoord. Nu, Leo was er niet, die zat in Genève toen, dus die is verontschuldigd, maar voor de rest niemand. Dus, in alle geval, ik weet van toen, het was natuurlijk een heel andere verhouding, ik was nog student, hè, dat hij wel schrik had, Jaap, van ze gaan die kinderen iets doen. En dat was ook een beetje te verwachten. In die zin dat dat echt, ik kan het u verzekeren, zeer jonge, allemaal Franstalige rijkswachters waren, die men dus daar naartoe gebracht had om die opstandige Vlaamse boerenpummels hè, eens een goeie rammel te geven. Als je over politiek spreekt, platte politiek, dat is wel echt bewust gedaan natuurlijk. Hè, zo. En degene die als bemiddelaar probeerde op te treden, maar met schrik, echt, hij heeft nadien ook ja, gezegd van, goh, wie weet wat doen ze tegen die, hè? Je moet er maar een paar het ziekenhuis inslaan enzovoort. En. Maar hij, heeft dat dus, hij is dat blijven doen, dus hij, enfin, dat is een voorbeeld van, zelfs als het wel lastig is, dan bleef hij zijn taak, zijn verantwoordelijkheid opnemen. Nu, op het einde van zijn leven is het wel zo, denk ik, dat hij, van burn-out is niet het woord, maar dat hij bijna wanhopig werd, dat wel hoor. Van, hier gaat het niet meer van komen. Het neoliberalisme is gelukt. De mensen gaan niet in opstand komen. Ze gaan effectief, wat we nu zien, met die pandemie-toestand, met de antivaxers,
ze gaan op den duur zeggen van ja, maar ik wil niet dat de regering mijn vrijheid enzovoort, dat soort verdwazing. En dat zag hij komen, hij had gelijk. En dat maakte hem ontmoedigd, en dat begrijp ik ook. Ik bedoel, dat is niet simpel, hè. Hoe keert je dat om? Hoe zeg je tegen mensen van, maar allee, je wordt allemaal tegelijk echt, hè, gelijk, hoe noemen ze dat, de een of ander, allee, ongewerveld dier, allemaal bij de neus genomen en allemaal in dezelfde richting geduwd. En je laat dat doen. De manier waarop men vakbonden beknot, waarop die vakbonden zelf ook niet meer weten waarin of waaruit. Ook in mijn eigen ervaring, en hij had die ook, want hij is vrij veel blijven praten natuurlijk met vakbondsmensen. De manier waarop de vakbondstop vaak inzichten heeft, ook vandaag. Maar zegt, dat krijgen we nooit meer vertaald naar de basis. Want die op hun gsm en via televisie enzovoort, die leven in een andere wereld. Dat is tragisch, hè? Alleen voor links is dat tragisch, hè? Ik weet niet hoe je dat moet oplossen, maar dat is natuurlijk wel gebeurd en dat voelde hij en zag hij jaar na jaar toenemen. Onder andere doordat er natuurlijk, als je ergens uitgenodigd wordt om te praten en je ziet dat je een klein publiek hebt van getrouwen, dan is dat heel aangenaam. Hè? Je kent die mensen, je kunt daar met name mee op café gaan, dat is in orde. Maar dat is eigenlijk ook triestig. Dat wil zeggen dat het inderdaad geen vraag meer is naar wervend verhaal. Naar een ontmoeting, naar samen zoeken enzovoort. En dat was natuurlijk iets wat, ik denk terecht, bij hem heel sterk leefde. Van, we moeten het daarover hebben. Hè. Hij wilde met iedereen praten, maar je moet praten en je moet geïnteresseerd zijn, geëngageerd zijn. En dat is eigenlijk in een groot stuk verdampt over de jaren. Dat is, en dat voelde hij wel zeer sterk aan. Ja. Van, dit is een wereld die onverschillig wordt. Behalve dan bijvoorbeeld Latijns-Amerika, zoals hij dat zag, en voor een stuk denk ik terecht. Ik denk niet dat, ik denk dat er nog wel andere groepen zijn, hoor, maar dat wij bij wijze van spreken ja, een beetje in slaap gewiegd worden. 24-7, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, dat is dus wel waar, hè. Want ik weet niet, jullie hebben allemaal, neem ik aan, vele van jullie kinderen of kleinkinderen. Je ziet dat zo toenemen, hè. Je geeft dan vanaf een bepaalde leeftijd een gsm en de wereld verandert, hè. De wereld is uw gsm, hè. Dan zeg je, ja, maar allez, we gaan er eens niet spelen met vriendjes en zo. Voilà, hier zijn mijn vriendjes, het is in orde. Ik heb contact, zeg maar. En dat wordt zo, dat implodeert. Elk wervend verhaal waar mensen samen zoeken, dat is niet meer interessant, hè? Dat gaat zo traag en er gebeurt niks. En ja, dus in die zin is dat in slaapwiegen gelukt. En dat is tamelijk tristig. Hè? Big Brother is niet voor niks een spelprogramma geworden. Hè? Dat is dus, allee. Ja, maar ja, dat is toch wel onvoorstelbaar. Big Brother is een spelprogramma, zeg. Och, arme Orwell, hè? Allee, dat was toch niet de bedoeling en dat zo. Ja, nee. En in die zin vereenzaamt je natuurlijk als je. Nu, hij vocht daartegen hoor, maar op den duur wordt dat moeilijk. En zeker als je wat ouder wordt, wordt dat moeilijker. Wij ja. Verwachten van een comparatieve filosofie. Comparatieve? Ja. Ja, maar ik zou. Allee, opnieuw als antropoloog. Ik zou er heel sterk voor pleiten om niet alleen die grote, min of meer institutionele filosofieën, want dat is hier en daar dan wel al te vinden. Hè. Bedoel, elke grote universiteit wil ook wel eens iets over Chinese filosofie of zo doen tegenwoordig. Enfin, toch een aantal. Maar om echt ook, allee, ik zal nu maar zeggen, de levensfilosofieën, die niet op schrift gesteld staan en die niet een schriftgeleerden hebben enzovoort, om die te betrekken, want anders zitten we gewoon in plaats van in één, zitten we dan in drie of in vier torentjes en dat is nog niks. Hè? En die kans is, die neiging is heel groot, omdat dat carrièregewijs natuurlijk interessant is. Hè? Als ik comparatieve filosofie kan doen door te zeggen van Boeddha heeft dit en de ander heeft dat, en, of een van de
latere filosofen die daarop doorgaan. Hè? En dat dan vergelijken met Wittgenstein, dat bestaat ook allemaal al stilletjes aan, een heel klein beetje. Maar van, ja, maar dat is weer zo academistisch. Dat moeten we niet doen. We moeten echt iets hebben dat reëel is. En niet alleen die daarbovenverhaaltje daar. Want, enfin. En dat is geen simpele opdracht, hoor. Dat is aardsmoe. Ik denk dat in literatuur, op dit moment, in romans in de eerste instantie, en misschien wat toneelstukken, maar zeker in romans, is dat wel aan het komen. Is dat tenminste aandacht voor? Ook voor klimaat trouwens. Hè? Als u Yana Gihara, iedereen leest Yana Gihara? Ja, hè? Doen, hè? Yana Gihara, Hawaïaanse romanschrijfsters met 3 romans. 1 kent u allemaal, Het Kleine Leven. Ja, zie je wel? Yana Gihara. Onvoorstelbare figuur. Haar eerste boek, Notities uit de Jungle. Moet u lezen. Schitterend. Veel beter vind ik dan Het Kleine Leven. Maar enfin. En haar laatste boek nu, pas uit, Naar het Paradijs. Als u sterk genoeg bent, mentaal sterk genoeg bent, dan moet u dat ook lezen. Dat is een dystopie, zoals men zegt. Het is te zeggen, zij denkt voort in de sfeer van pandemie en tegelijkertijd veranderend klimaat. En zegt van, oké, laat ons eens voortdenken tot het einde van deze eeuw. Ja? En in die periode laat zij een aantal personages een aantal dingen beleven. Maar in een maatschappij die ondertussen grondig veranderd is. Want, en die nu, vandaag, hier bij ons, dat zult u dan herkennen, reeds bezig is. Namelijk systematisch alles en iedereen wordt gecontroleerd. En bij elke misstap wordt iemand weggenomen enzovoort. Of krijgt u een pasje of niet. En als u de juiste iris of de juiste vingerafdruk hebt, dan mag u wel dat en het ander niet enzovoort. Denk aan China. Dus volop wordt dat uitgerold, zo'n dingen. Ze gaat daarover voort en probeert dus in de toekomst dan een paar van dat soort ontwikkelingen. Wat doet dat dan met mensen? Wat doet dat met intermenselijk contact? En met de slachtoffers van de nieuwe pandemieën? Die ze terecht ook voorspelt, denk ik. En het is dus echt slikken, hoor. Het is ook weer zo'n boek van 600 bladzijden, maar schitterend. Enfin, over die klimaatdingen dan, hè? Dat is 1. Intercultureel, zij ook in haar eerste boek, en sommige anderen zijn daar ook mee bezig op dit moment, echt de moeite waard om te zien. Eggers bijvoorbeeld is daar ook mee bezig. Hè? Dus het komt wel, maar voorlopig vooral in de fictie, en veel minder in de belangrijke officiële filosofie of iets anders, want dat is moeilijker om verkocht te krijgen, de koers. Ik was ook altijd een zonderling natuurlijk. Maar gingen we met indianen werken? Allee, de indianen, bestaat dat nog? Zo, dat soort opmerkingen. Dat is gelijk dat manneke op de Chinese muur met zijn Coca-Cola. Dat is toch een westerling? Allee, zo. Die misvatting. Enfin, bon. Dank u wel, vooral voor ook het laatste voorbeeld dat u geeft. U hebt over een schrijfster gesproken en u zegt ze en ze heeft fantastisch goede ideeën. Ik heb dat gemist in uw uiteenzetting en ik weet ook niet in hoeverre Kruithof indertijd met de mogelijkheden die er bestaan, dankzij de vrouwen die nu gestudeerd hebben. Ik ben zelf nog student geweest van professor Kruithof. Ik had een keuzevak bij hem. Maar dat was het begin van veel jonge dames. Toen was ik ook een jonge dame, hè, aan de universiteit. En ik heb dat gemist in uw verhaal. Dus u zegt, er is een democratisering van het onderwijs geweest. U noemt zichzelf daar een product van. Ik ben daar ook van een product. Hè. Maar ik ben ook een product van het feit dat plots die universiteit, die mogelijkheden om te studeren, dat openging, dat de filosofie ook bijvoorbeeld openging voor vrouwen. Niet dat vrouwen al niet eeuwenlang of duizenden, miljoenen jaren lang filosofeerden, maar daar werd helemaal, uiteraard, vrouwen leerden ook niet schrijven, enfin, we moeten die geschiedenis niet herhalen, maar er is hoop nu. Denkt u dat niet? Het feit dat nu er interessante, verstandige, denkende vrouwen zijn, die het op een heel andere manier bekijken. Het feit dat we nu weer in een situatie zitten waar mannen van 60, 70 jaar oorlog voeren
En alle politici die betrokken zijn in zo'n situatie zijn mannen. Dus dat aspect, wat denkt u dat Kruithof daar ook mee bezig was? Dat is mijn eerste vraag. En ten tweede, u zelf, denkt u niet dat dat een hoopvolle boodschap is, misschien om deze avond af te sluiten? Ja, dank u. Wel, eerst en vooral, was mij gevraagd om over Kruithof te spreken. Hè? Dus in zijn werk, in zijn zoeken, komt dat eigenlijk niet voor. Dat is ook net ja, een kantelpunt, zal ik nu maar zeggen, hè, wat dat betreft. Hij heeft natuurlijk wel een aantal mensen beïnvloed en ook kansen gegeven, zonder meer. Hè. Ik denk dat een van de beste filosofen op dit moment, in Gent bijvoorbeeld, dat is een vrouw. Hè. Ik denk dat die echt zeer interessante dingen vertelt en zeer interessante klemtonen legt. Een goede vriendin van haar, om dan nu even van haar weg te trekken, want als ik één iemand noem, dan noem ik een paar anderen niet natuurlijk, hè, is Bazin, Ariane Bazin, die u misschien kent, vanuit de URB oorspronkelijk en nu naar Frankrijk verhuisd, die filosofisch en psychanalytisch geïnteresseerd is, die regelmatig in de Standaard iets schrijft. Schitterende vrouw, ongelooflijk. Ik denk dat die heel sterke verhaal heeft. Maar nog altijd moet vechten, ik weet dat zij nog altijd moet vechten, samen met haar vriendin trouwens, om toch wel de terechte plaats op het forum te krijgen. Toch nog altijd. Oké? Goed, wat mij persoonlijk betreft, het tweede deel van uw vraag. Ik heb, het is moeilijk om dat te zeggen, het is gevaarlijk om dat te zeggen in deze one-issue tijden van MeToo bijvoorbeeld. Hè? Maar ik heb bijna uitsluitend, misschien 2 of 3 personen niet te nagesproken, de mannen niet te nagesproken, bijna uitsluitend met vrouwen gewerkt. Iemand die ik beschouw als mijn opvolgster is iemand die u zeker en vast moet vragen als u feministisch geïnteresseerd bent, volgens mijn smaak links geïnteresseerd bent, gender issues wil kennen enzovoort. Dus de stichter, de organisatrice van gender studies in een postgraduaat is dat nu, hè, over de 3 universiteiten, Gent, Brussel en Antwerpen. Chia Longman is haar naam, hè. Is prof in Gent. Maar ik weet ook via haar en een paar andere vrouwen, sterke vrouwen, die met haar samenwerken, dat nog altijd geen eenvoudige zaak is. Dat nog altijd een gevecht is. Dat is op zich niet verkeerd dat je moet vechten, maar het glazen plafond bestaat toch nog altijd, kan het u verzekeren. Maar ik had iets meer, eerst en vooral kans, gelegenheid. Ik zat ook in een zachte sector, hè, cultuur. Allee, hè. Terwijl filosofie, dat is toch, hè, dat zijn de mannen. Hè, zo. Dus het was iets makkelijker, denk ik, om tenminste mensen aan te werven, mensen kansen te geven in zo'n domein dat ook beschouwd wordt als van ja, hè, dat is niet mainstream zo. Terwijl het natuurlijk altijd maar meer en meer groeide. Ik bedoel, onze maatschappij wordt meer en meer gemengd en gekleurd enzovoort. En wie ermee bezig is, krijgt dus eigenlijk meer op tafel en eventueel meer stem. Maar toch werd dat beschouwd als, ik bedoel, om één voorbeeld te geven, allez, je moet niets, maar dan ook volslagen niets kennen over ja, iedereen die ooit eens iets zou gedacht hebben buiten de grenzen van de Europese Unie en de Verenigde Staten, laat ons zeggen, hè, zo, om dus dokter en eventueel prof in de filosofie te worden in België. Nog altijd. Dat is bizar. Dat was in mijn tijd zo, dat is nog altijd zo. Erger. Een collega van mij, ietsje ouder, maar goed, die was beroemde indoloog. Ja, bezig met de studie van India, van de Hindoe enzovoort. Samen met, ik weet niet, een aantal Duitse collega's, vooral in zijn tijd. Dus net voor mijn tijd, maar toch. Hè. En die is 1 keer dan naar India getrokken. Hoe is die dan indoloog geworden? Wel, bibliotheken, hè. Wat men geschreven heeft over, zo. En dan dus een bolleboze, die wist alles, en een grote congres, en die nodigen elkaar uit en zo, die mensen.
En dan ging hij één keer naar India, maar hij ging dan toch eens kijken. Hè, van, en hij ging een studie maken van ik weet niet hoeveel maanden. En na 2 weken stond hij daar terug. En zegt hij van, de zon schijnt daar te hard. Die mensen zijn hun cultuur kwijt. Echt waar, authentiek. En dan dacht ik, oei, wat is dat? Dus om je maar te zeggen, grote specialist over iets wat hij totaal niet kent. Hè, en waar hij ook niet mee kan omgaan zo. Tot voor ik benoemd werd, en gelukkig onder mijn benoeming is dat een klein beetje kunnen veranderen, maar toch heeft men gedurende 100 jaar specialisten Afrikanistiek afgeleverd zonder ene zwarte. Hè. Ik kon opnieuw specialist worden, dokter worden, al wat je maar wil, over Afrika, zonder dat je dus een zwarte bent tegengekomen. Dat is toch allemaal... Allee, dat was dus de sfeer zo. En niet alleen... In Gent, dat is overal hoor, dat is echt vrij algemeen. En dat is nu een heel klein beetje aan het draaien, ook wat vrouwen betreft en zo, maar dat gaat dus voor mijn smaak zeer traag, maar enfin, het draait toch een beetje. Enfin. Zelfs een collega die mij ooit zei, als hij dan op pensioen ging, van pas op, hè, een Afrikanist. Pas op, hè, zegt hij, want je weet, er zullen kandidaten zijn, hè, zwarten. Voor zijn opvolging. Hè. En voordat je het weet, zitten ze op uw stoel. Hè. Zo. Hallo, echt waar. Dus niet verzonnen. Dus ja, we zijn een klein beetje aan het opschuiven, maar dat gaat traag. Bon, is er nog een laatste vraag? Wacht even voor de micro, omwille van de opname. Ik heb professor Kruithof gevolgd via de Volkshogeschool. Ook professor Vermeers. Ook de laatste jaren professor, hoe heet hij, de Brander, denk ik. Ook nog professor Apostel. Maar het is volgende waar ik denk. U hebt daar gesproken over dat de opwarming van de aarde. En dat gevaren allemaal. Maar ik heb onlangs vernomen, langs een paar kanten, in Bhutan, het Aziatische land Bhutan, hoofdstad Thimphu, dat daar, ik wist dat al wel vroeger nog hoort, daar zijn geen verkeerslichten. Dat wordt ook niet gerookt. En toeristen zijn daar niet welkom, tenzij dat ze veel moeten betalen. Ik vraag me af, om daar een keer over na te denken. Enfin, ik denk erover na, maar ik weet niet. In hoeverre staat die staat op de goede weg? En is dat voor een voorbeeld dan volbaar voor ons bijvoorbeeld? Of voor het Westen? Sorry, dank voor uw aandacht. Ja, Bhutan is een speciaal geval, hè, maar dat is een heel klein staatje in een totaal onherbergzaam gebied enzovoort. Maar het is een speciaal geval ook qua filosofie, qua instelling. Maar tegelijkertijd riskeren ze dus gewoon van weggespoeld te worden, letterlijk, door meren van gletsjers boven hen die aan het overlopen zijn en zo. Dus ik bedoel, ze zijn veel meer slachtoffer dan dat ze voorbeeld zouden kunnen zijn, hoor. Maar goed. Nee, een ander voorbeeld om nu heel concreet te worden. Van Ipperzeelen is een prof nu de laatste jaren in klimatologie, hier aan de UCL. Dus een Franstalig Leuven, hè. En, maar die heeft 25 jaar of 30 jaar gewerkt als expert, grote specialist over klimaatkunde bij het IPCC, dus het belangrijke onderzoeksinstituut van de UNO rond klimaat. Okay? Dat is een grote autoriteit wat dat betreft. Meneer Van Ipperzeelen zegt bijvoorbeeld, je kunt dat vinden als u googelt, hè, dan vind je hem terug, zegt bijvoorbeeld, kijk, wat is de problematiek waarvoor we staan? U weet allemaal dat er dus veel strijd is de laatste jaren. Dat is voor een stuk rond de olie in het Midden-Oosten. Maar voor een stuk ook gewoon rond overleving in het Midden-Oosten en Sub-Sahara. Want, dat weten we al zeer lang, u kunt dat nagaan, de cijfers over Kortrijk bijvoorbeeld, dat is vlakbij, hè. Al jaren is het waterpeil overal, vanaf Sub-Sahara-Afrika tot hier, aan het zakken.
We zijn aan het uitdrogen. En Kortrijk is de plaats waar men het elk jaar meet. En op 10 jaar zijn we, ik weet niet meer, 2 of 3 meter gezakt in bodemwater. We zijn aan het uitdrogen. Ook hier, hè. Dat is klimaat, hè, zo. Niet bon, dat valt mee te leven. En behalve, die mensen van Ginder beginnen natuurlijk te migreren, hoe zouden ze zelf zijn. Er groeit niks meer, dus. En dan krijg je conflicten, enzovoort. En dan nog eens die olie die in de weg ligt, enzovoort. En dus kregen we nu een beetje vluchtelingen, hè. Een beetje, toch, de voorbije jaren. En Van Ypersele zegt, ja, maar ja, kijk, je moet dat goed bekijken, wat het klimaat doet en hoe dat evolueert. Neem nu bijvoorbeeld een delta, een grote delta, in India. Er waren allemaal kleine boerkes, huizen. Hè? En men schat dat ongeveer op 300 miljoen mensen. India heeft veel volk, hè? 1 miljard en ik weet niet hoeveel, zo. 300 miljoen wonen er in die delta en doen aan kleine landbouw met een beetje overschot, dus een beetje handel zo. En dat gaat goed, niet zeer goed, maar enfin, dat gaat rustig vooruit zo. Maar men weet, dat is experimenten, maar dat is dan medische experimenten, hè? Men weet dat de mens, alle mensen, welke kleur dan ook, hè, en mannelijk, vrouwelijk maakt ook geen verschil, krijgt een klein beetje individuele verschillen, maar een klein beetje maar. Maar de mens kan maar overleven, normaal gezien, in een temperatuurslaag, zal ik maar zeggen, waar regelmatig, dat wil zeggen elke nacht, de temperatuur voldoende daalt. Dat wil zeggen, als u een temperatuur hebt overdag van 35 graden, dan zit u dus echt op een gevaarlijk niveau. Als het 's nachts terug 20 wordt, oké, dan kunnen we leven. Als u nu een temperatuur van 35 graden hebt die niet meer afkoelt, wat op dit moment in de poolgebieden aan het gebeuren is, bijvoorbeeld, maar ook in die delta daar, ik kan er onmiddellijk op doorgaan, dan zit je met problemen voor de mens. Zegt hij, kijk, we hebben gemerkt, 15 jaar geleden, dat voor de eerste keer een dag en nacht, dus 24 uur, ik geloof 36, 37 graden was, in die delta, waar de 300 miljoen mensen wonen. Dus veel problemen met ademhaling enzovoort, maar oef, de dag nadien was het wat beter. Zo. Tenminste, 's nachts werd het dan terug frisser. Zo. 2 jaar later, 2 dagen na elkaar. Nu zitten we aan 4 dagen aanhoudend. Die hoge temperatuur, boven de 35 graden. De mens, nu weet men experimenteel, is maar in staat om dat 7 of 8 dagen vol te houden en dan stikt je. Punt. 300 miljoen mensen daar, ze zijn er bijna. Hè? Nog een beetje, nog een paar jaar, en ze hebben een heel week van dat. Wat gaan die mensen doen, denk je? 300 miljoen, hè? Dat is wat anders dan een paar Irakezen en Afghanen en... Hè? Dit zo, en dat is 1 delta. En zo zijn er nog een paar plaatsen in de wereld. Zo. Dat is klimaat. Oké. Okay. Dus dat is niet van goodwill of dat is niet van... Allez, dat zijn zeer reële problemen. Zegt iemand die daar niks van belang bij heeft. Die probeert al de tijd te investeren om aan de mensen duidelijk te maken dat ze moeten stoppen met fossiele energie. Hè, fossiele brandstof te gebruiken. En dan zie je die oude mannetjes hier oorlog voeren, ten koste van de bevolking natuurlijk. En dan zie je de ene opbieden tegen de andere om ons gas te laten kopen. En wapens. En dat is alles. Binnen 10 jaar zal, normaal gesproken, als er nog enige vrije pers is, zal iedereen zeggen van, daar 10 jaar geleden, dat moet geboekstaafd staan in alle geschiedenisboeken als een van de laatste zeer grote schandalen. Dat Biden bijvoorbeeld hier geweest is en alleen maar dat gedaan heeft. Wapens verkocht en gas verkocht. En dat zijn de maat ondertussen, dat is een tegenstreven. Ja, ook met gas ons in een wurggreep hield zo. Dat is een van de grote schandalen. Men heeft totaal niet, ook de Europese Unie, probeert toch wel gelijk een beetje, maar heel voorzichtig en veel te voorzichtig. En er is een lobby die dat toch weer tegenhoudt. En zo zeggen van, we moeten onze economie omgooien. He, niet fossiele brandstof. Maar kijk, er gebeurt iets. We krijgen allemaal schrik. We gaan in de kou zitten.
tegen de hoogste prijs. Gas, gas, gas. We grijpen dat niet aan. En de officiële politiek doet dat weer al passeren van... Het is in orde hoor, we gaan u helpen en we gaan die slechte rikken. Men snapt het niet. Dat is een schande in de geschiedenis die we nu vandaag beleven. Maar die beleven we niet als schande, die beleven we als van... Ja, er zijn de goeie en er zijn de slechte. Hè? En waar zouden wij voor kiezen zo? Begrijpt u wat ik... Allee. Dus is niet om wanhopig van te worden, maar toch bijna. Hè? Kom. Wel, onder andere dit soort analyse op die manier brengen. En daar ja, acties rond beginnen in de eerste instantie. Kleine Latijns-Amerika opnieuw, hè? De commons. Dat is ook een vertaling van die Buen Vivir daar. Hè? Commons organiseren. Van oké, okay, we gaan ervoor zorgen dat we korte keten, hè, maar systematisch. We gaan ons huis ombouwen. Een huis letterlijk, een huis als huishouden, als economie. Hè, ombouwen dat je niet dat soort van afval produceert, vooral niet zoveel uitstoot hebt, niet enzovoort. En toch goed kunt leven. En we kunnen dat. En als dat niet door de officiële politiek aangemoedigd wordt, of zelfs een beetje ontmoedigd wordt, het toch doen. Zelf, met kleine gemeenschappen. Van onderuit, zo. Die politiek. Maar men heeft het daar niet over. Ik weet het wel in de pers. Toen zei van, joh, die kabouterdingen, hè, commons. Ja, begin eraan, doe het. Want als we overleven, dan zal het langs die weg zijn. En er zijn zoveel interessante voorbeelden die al trouwens beschreven zijn door mensen, bijvoorbeeld over Latijns-Amerika en hier ook een beetje, maar toch vooral van die kant. Dus we kunnen daar informatie vinden van hoe we het kunnen doen enzovoort. Allee. Het is niet dat we alleen van niks weten of verloren zouden zijn. Het is alleen die een déclic maken en eraan beginnen. En met elkaar, dus dat wil zeggen, weg met die gsm, individuele geadresseerde. Hè, en samen zoeken, als, zoals de sofisten, samen zoeken van hoe kunnen we hier nu de beste weg, praktisch de beste weg gaan vinden enzovoort. Dat is misschien allemaal klein, maar anders zal het niet gaan, vrees ik. En als je nu beleeft, zoals ik dat beleef, Poetin, Biden, die ons gijzelen, ons die daar zo wat bij staan en eigenlijk ook niet weten of niet durven beslissen om een andere weg te gaan, dan denk ik, jongens, daar moeten we het echt niet van verwachten. Dat gaat niet komen. Als ze het nu nog niet een aanzet willen geven, maar gewoon hun gas komen verkopen, ja zeg... Dan moeten we het daar niet van verwachten. Enfin, het is een beetje een revolutionaire klap, maar dat is gemakkelijk. Maar dat doen, ik denk dat de weg is die we moeten zoeken. Dank u wel, professor. Helaas moeten we hiermee afsluiten. De geest van Jaap Kruithof heeft gewaard door Oostende vanavond. Dank u wel.